Wij zijn Zorg en Zekerheid, de regionale zorgverzekeraar. Wij kennen jouw buurt goed en krijgen zo meer voor jou gedaan. Zoals wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Zorg en Zekerheid. Wij zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Natuurlijk altijd een speciaal welkom aan onze gasten uit Zwolle. Hartelijk welkom!
dan bent u ook van harte welkom. En anders niet vanavond. Ze wilt zorgverzekeraar leiden tegen Landstede Hammers. En uit kon leiden met één puntje. En u weet het dus niet veel in het basketbal. Dus we hopen op een spannende pot vanavond. Laat mij nu maar gaan. Het team van de Hammers aan uw voorstel. Hoop nummer 1, Roel van Overbeek. Nummer 2, Van der Plas. Nummer 3, Rakers Timorescu. Nummer 5, Dion Turpijn. Nummer 6, Koen Stol. Nummer 8, Felix Stikmins. Nummer 11, Ruud Lubberman. Nummer 12, Ralf de Pachter. Hij is de captain. Nummer 13, Boys Voigt van de Vuurs. Nummer 35, DJ Lucan. En nummer 41, Arnaldo Toro Marea. En de coach van het geweldige gezelschap is Herman van der Belt. Terzijde gestaan door Mark van Stoppersoes. Dames en heren, applaus voor Landstede Hammers. Thank you.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond vanuit de Vijf Meihal. Het is Drie Koningen, was gisteren, dus eigenlijk mag ik niks meer zeggen, maar ik zeg, wens toch jullie alle kijkers de beste wensen voor het nieuwe jaar. Veel gezondheid en veel topbasketbal vanuit deze hal. Laatste jaar in deze hal ook, dus dat mag ook wel eens wat worden. En Leiden neemt het vanavond op tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Uitwedstrijd ging met 1 punt verloren. Leiden stond op een gegeven moment dik achter. Plaatste een 25-0 run om zelfs 1 punt voor te komen. Maar kon de 2 punten niet over de streep trekken. Landstede wel. Landstede heeft inmiddels 2 wedstrijden achter elkaar verloren. Is daardoor gezakt naar een gedeelde 4e plaats met Joost United. Donar zit er dan 1 puntje achter. En Rotterdam zit er nog weer 2 punten achter. Die spelen vanavond tegen Heroes Den Bosch. Daar staat het 9 tegen 15 na 7,5 minuut. En Donar staat tegen Apollo voor met 41-17. En dat is na 4 minuten in het tweede kwart. Het was nog wel even 2-7 voor Apollo. Maar dat was het dan ook wel. De teams hier zijn niet compleet. Dion Hammond heeft nog steeds last van een knieblessure die hij in de vorige wedstrijd hier thuis opliep. Heeft wel inmiddels wat geschoten. Is nog niet speelklaar. En bij Zwolle ontbreekt de grote toprebounder Arnaldo Toro Barrea. Hij heeft last van een zenuw in zijn rug die uitstraalt naar zijn benen. Of 1 been, waardoor hij ook niet op tijd speelklaar was. Dus de 2 gemankeerde ploegen nemen het vanavond tegen elkaar op. En dat betekent dat inderdaad bij Leiden dat Stam van den Elzen in de startende 5 is opgenomen. En de plaats van Toro Barrea in bij Zwolle wordt ingenomen door Deje Doekan. Of Deje Doekan zelfs, dat is de laatste aanwinst van Landstede. Hij heeft al een paar wedstrijden meegedaan. En voor de rest zijn er geen bijzonderheden rond deze wedstrijd. Het is voor Marijn Ververs de 270ste wedstrijd in het eerste team. Maar dat is op belange na geen clubrecord. Want dat staat op 527 van Wurtie de Jong. Die vanavond ook aanwezig is in deze zaal als toeschouwer. Nou, scheidsrechter is Binovska. Tijmen Last volgens mij als hoofdscheidsrechter omdat hij de bal op gaat gooien. En Vincent van Straten. Landstede start met Dragos Dikulescu, Koen Stolk, de Zweedse international Felix Triens, Ralf de Pachter en Deje Doekan dus. En bij Leiden beginnen Wesley Elsegier, Marijn Ververs, Stan van den Elzen, Luc van Bree en Thomas Rutherford. De coaches zijn niet veranderd in de winterstop. Nog steeds Doug Spradley bij Leiden en Herman van der Belt bij Landstede. En ik vraag me af of dat ooit nog een keer gaat veranderen. Voorlopig ziet het eruit dat Herman nog wel doorgaat. Laten we zeggen een kwarte eeuw. En Leiden heeft in ieder geval het eerste balbezit. Wesley Elsegier raakte de bal kwijt in de drukte. Felix Triens begint met een driepunter. De driepunter was voor tegen in de wedstrijd in Zwolle dodelijk voor Leiden. Kreeg echt de ene na de andere driepunter tegen in het begin van het derde kwart. Waardoor ze ook op ruime achterstand kwamen. En Rutherford inside met een hoekje overaf de Pachter heen. Brengt 2-3 op het bord. Steal van Wesley Elsegier. En legt de layup erin. En daardoor komt Leiden op voorsprong 4-3. Lans natuurlijk in de tegenaanval. Koen Stolk werd gestript. Was het Koen Stolk? Ja. Dacht het wel. Of Doekan denk ik dat het was. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. We gaan het allemaal zo direct weer zien.
die van Landstede de bal bezit. Maar Doekan, driepunter. Leiden zoekt naar de aanspoelpunten. Rutherford. Niet over de pachter heen, althans de bal wel, maar ging er niet in. En Landstede in de aanval. En de pachter mist aan de andere kant tegen Rutherford. Elsecare voor 3. En die wordt gefaald door Koen Stolk, volgens mij. Dan krijgen we 3 vrijworpen voor Elsecare. Ja, Martin Hoekstra. Daar zitten we dan in het nieuwe jaar. Jazeker. Starters voor Zwolle. Maar Elsecare dus op de vrijworplijn. Zijn derde punt of niet? Jazeker. Ja, hij krijgt de 3, dus hij kan Leiden weer een voorsprong brengen. Nou, eerste fout van de wedstrijd was dat zojuist door Stolk. 2-2, dat is lekker. Ja, vrij lange break natuurlijk. Zwolle speelde nog tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar niet al te beste, Martin. Want ze verloren thuis van bal. Ja, met 69-79. Leiden heeft 2,5 week niet gespeeld. Weet je of de Amerikanen ook naar hun familie terug zijn gegaan, Martin? Nee. Zijn die hier gebleven? Helter Skelter, bal fout daar van de Elsen, denk ik. Heel veel inzet om die bal te bemachtigen. Hij kwam terecht bij de Hammers, die dus in het wit spelen van rechts en links. Opgeraapt door Terins, nummer 8. Nee, Leiden kreeg een paar dagen vrij af na die tweede kerstdagwedstrijd daar in Den Bosch. Oh ja, die hadden we ook nog, ja. En ja, die speelde 1 dag eerder dan Landstede. Die speelde dus voor de derde kerstdag. En het gevolg is dat er vrij snel na de jaarwisseling alweer getraind werd. Want dit is voor Leiden toch een belangrijke wedstrijd. Althans, die mening is, Spratly wel toegedaan. Die vindt Landstede toch een gevaarlijke ploeg. Daar hebben ze uit natuurlijk ook van verloren. Dus ja, dan moet er toch wat... wat rechtgezet worden, zullen we maar zeggen. Dat was die wedstrijd waarin Landstede in die hele felle kleuren speelt. Terwijl onder wordt gescoord wordt door Doekan. Ja, hij gaat al naar 5 punten. Leiden heeft nog niet echt veel stops kunnen maken, zo in het begin. Volle bak hier, een bomvolle 5 mei al. Zo kan de temperatuur natuurlijk te merken. Hier Van Bree kon hij bij de basiskilometer doen. Kan. Loopt even over dat de lijn. Dat dacht ik, vermoeden had ik al. Ja, ook niet helemaal die game van Van Bree. Met nummer 8 is die Terrence, die op 3 puntjes staat. De pachter, die kennen we allemaal, de nummer 12 met zijn sterke linkerhand. En de viel of niet, maar Verpers dribbelde denk ik op de zijlijn. Ja, ik weet niet waarom het publiek fluit, uit is uit. Daar valt hier zo heel veel op af te dingen volgens mij. Nee, maar ze gaan wel even praten over de shotklok. Dat zou kunnen. Want ik bedoel, is het nou volledig balbezit? Hij is toen niet toegedaan. Dan gaat even vragen. Ja, even kijken. Ik weet niet of de tablet wordt gebruikt. Ligt daar een tablet waarop ook teruggespoeld kan worden in de beelden van de livestream? Ik zie dat Mark de Vries onder andere in de house is. Daar rechtsboven in beeld. En er wordt ons gevraagd om Diana Dubbelaar vooral een bijzonder prettig 2023 te wensen. Zij kijkt via Sleutelstad. En even overleg dus bij de jury. Martin, jij had het vermoeden dat het over de schotklok ging. Ja, kijk, Landstede was natuurlijk in de aanval. Marijn stielt die bal. Maar ja, is het volledig controle? Nee, dus hij wordt nu teruggezet van 14 naar 11 seconden. Mm-hmm. Ja, want als het volledige controle is en het balbezit gaat dan weer terug, ja, dan wordt het natuurlijk gereset. Maar ja, als het balbezit eigenlijk niet gewisseld is,
Doordat het een hutsklut situatie was, dan gebeurt er. Ja, dan loopt die schotklok gewoon lekker door. Dan tikt hij af. En uiteindelijk het schot gemist door de Hammers. Hammers kon hij bij de ring komen. Doet dat. And one voor de captain. Lekkere actie van Ververs. Zien we er meer en meer doen. Ook finishen bij de ring. Zijn snelheid gebruiken. Marijn is erg snel met de bal. Maar natuurlijk ook zonder de bal. Ja, en dan liep natuurlijk nog een speler van Leiden bij. Waardoor het ook moeilijk is voor de verdediger om meteen te kiezen. Doekan kiest uiteindelijk toch voor Marijn Ververs. Nou, die maakt een fout. En dan krijgen we een bonusvrijworp. In zijn 270ste wedstrijd, zei ik er straks. Zo, dat is niet gering. Ja, En dat is over in een jaar of 8 tijd of zo, schat ik zo? Of zit ik er dan minder nog? 2 jaar Kasteels, 2 jaar Franken, 2 jaar... Dat is al 6. Hamming. 7 jaar? Oké. Okay. Ik dacht 8 of 9, maar dat is helemaal netjes. Nou, zal natuurlijk vorig jaar die 70 wedstrijden hier scoren. Alweer van Ververs. Een run van Leiden. 5-0 run. En een steal van, dat wordt slam dunk time. Oh, hij doet het voorzichtig. Dan zo zeker timeout on the floor. Nou, Leiden 14-8 maakt toch een verschilletje. Ik ga even de velden langs. Feyenoord, Heracles Den Bosch staat nu 20-24. En na 2,5 minuten in het tweede kwart. Het stond 0-11. En Den Bosch is aardig teruggekomen. In Groningen wordt het een complete walkover. Donar staat vlak voor rust voor met 55-27 tegen Apollo Amsterdam. En Basketbalacademie Limburg, waar natuurlijk ook bijzondere dingen aan de hand zijn. Met 2 spelers die geschorst zijn door een ongeluk op de oudejaarsnacht. Die staan met 13-11 voor tegen Ares Leeuwarden, die ook afscheid hebben genomen van Cameron Satterwhite. En hebben een of andere Ros aangetrokken, zo heet die speler, Karel Ros. Ik ga even kijken of die ook al speelgerechtigd is. Dat zou me verbazen. En inderdaad, die is nog niet speelgerechtigd. Dus wel, het is inmiddels 13-13. Het is wel een belangrijke wedstrijd voor Ares. Ares moet eigenlijk gewoon winnen. Dan doen ze echt goede zaken voor die kwalificatie voor de Elite Gold. En Landstede zit een beetje in mineur, zullen we maar zeggen. Want die had natuurlijk in de maand december 4 wedstrijden gespeeld. 2 voor de competitie. 2 keer verloren tegen Donar uit en tegen Bal thuis. Maar ook een bekerwedstrijd tegen Lokomotief en nog een ploeg die ik even vergeten ben wie dat ook alweer was. Maar dat waren ook maar close overwinningen. En Joost United won er ook van. Joost United en Lokomotief, maar dat was voor de beker. Dus in competitieverband hebben ze sinds november niet meer gewonnen, volgens mij. Terug naar die time-out door Zwolle. Daar een glijpartij. Bal blijft wel bij de Hammers. Ja, Martijn, dat was dus een 7-0 run van Leiden. Dat is op een gegeven moment 7-8 namelijk. Dat is makkelijk rekenen. Ja, dat doe je goed. Ja, ik ben het nog niet verleerd. Op de baseline hier. Balletje naar buiten naar die Doekan. Dus 35. Grote speler. Met nummer 3, Diculescu, die kennen we nog van vorig jaar natuurlijk. Lekkere paas inside, doorgepaas, runnertje, beetje ja, een moeilijk balletje. Diculescu rapt hem op, ook mis. En ja, een beetje rommelig hoor, hier van breed. Het is een beetje breien, zouden we zeggen, als dit een voetbalwedstrijd was. Oeh, te harde pick of niet? Ja, offensive foul van de Elzen, denk ik, aan zijn lichaamstaal te zien. Wordt dan de tweede teamfout van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, ik zie Lucas Kruijter volop staan op de bank. Bouwknecht zie ik trouwens ook. Ja, ook Venskoes heeft Leiden nog achter de hand. Die kreeg de trofee voor Speler van de Maand. Zowel november als december. Omdat er niet zo heel veel wedstrijden waren, heeft de Blauwe Brigade, de fanclub van Leiden, besloten om die stemming dan gewoon samen te voegen. Dat leek me een goed idee. Venskoes was de favoriet van de fans. Speler die vaak van de bank komt en dan gewoon prima cijfers heeft. Heel effectief speelt, weinig fouten maakt. Dan heb ik het niet per se over persoonlijke fouten. Hier nog weer een fout van Leiden. De derde. Maarten Bouwknecht net in het veld. En voor zover u het nog niet door had, onderin in het geel ziet u de teamfouten verschijnen. De
Pachter nog weinig in actie gezien. Vaak wel een speler waar Leiden het moeilijk mee heeft. Maar misschien dat Rutherford met zijn fysieke spel de Pachter eigenlijk wel ligt. Hier komen ze elkaar heel even tegen. Paasje van diezelfde Rutherford naar buiten. Lopen elkaar een beetje in de weg. Elsenker en Bouwknecht. De run gaat door, Martin. De run is een 10-0 inmiddels. Ja, Elsenker al op 8 punten. Niks op af te dingen. Ververs met 5. Zij maken de punten bij Leiden. Dit balletje valt ook net niet. Leiden heeft goed de rebound. Eigenlijk de hele wedstrijd al. En Elsenker is hot. Net mis. Van Bree, nee, die denkt het is wel even wild genoeg geweest. We gaan het eens even opzetten. Goede beslissing, denk ik. DJ gooit er een paar decibel uit van heel ver. Nee. Nou, de Pachter. Een beetje kinderachtig gefloten, moet ik zeggen, maar wie ben ik? In ieder geval fout voor de Pachter, tegen de Pachter. Fout van Rutherford. Bij Landstede wordt het een en ander gewisseld. Boyd van de Vuurste Vries komt erin. En ik denk ook Roel van Overbeek. Ja, die is er ook in. Ja, van de Vuurste Vries een nieuw dit seizoen natuurlijk. Overbeek met nummer 1 trouwens. Dat was Van der Vuurs met nummer 13. Allebei een nieuw bij Zwolle. Het drietje valt ook net niet voor Doekan. De punten zijn duur geworden. Martin, 8 puntjes in 5 minuten voor Zwolle. Dat kan nog net. Er moet toch wat bij komen. Ververs, ja, komt weer in de paint. Oeh, ja. Ververs speelt lekker, speelt agressief. Finished. En Rudy de Jong is in de house onder andere vandaag. Sergio Drandami zagen we al. Rolf Frank is er ook. Bert Krachtwijk, Ilko Derks. Hele mooie club. Eigenlijk allemaal oude spelers. Nou ja, Rudy zit natuurlijk nog in de 3-3-3. Oeh, hier had het publiek een clean blockshot gewild. Toch een fout gefloten door deze scheidsrechter. En overtuigend aangegeven, zo doe je dat. En dat betekent wel eindelijk een kans voor Zwolle om weer op het scorebord te komen. Ja, ik vond het wel terecht, Cole. Die fout werd gemaakt in de laatste stap, zullen we zeggen. En daarna gaat die bal omhoog. Krijgt dan wel een gigantisch blok van Luc van Bree om de oren. En eigenlijk, ik vraag me dan af of de scouts deze dan lang gaan noteren. Want eigenlijk is het gewoon een shotblok. Het had natuurlijk een score kunnen zijn die jij misschien met dat blok voorkomt. Ik weet het ook niet, Martin, maar ik snap wat je bedoelt. En Leiden ondertussen wel in de penalty. Dat is al een beetje snel met nog 4 minuten te gaan. Deze is te kort. Doekan blijft steken op 6 punten. Zowel de topscorer van zijn ploeg. Alleen hij en Terrence hebben gescoord. Bij Leiden zijn er al 4 man met punten. Ja, hij mag zomaar bij de ring komen keer op keer. Ververs, dit keer deed hij dat tegen Lutterman. Ruud Lutterman met nummer 11. Maar deze keer viel Ververs zijn balletje niet. Ja, nu natuurlijk Dion Hammond nog geblesseerd is. Extra minuten, toch ook wel extra schoten ook zeker voor Ververs. En fout of niet, late call van Time and Last. Leek me terecht de call. En weer vrije worpen voor Wesley Elsenker. Ja, ik denk dat Time and Last de call overnam van de dame onder het bord. Ja. Die misschien ook wat minder goed in positie daardoor stond. Ja. En Elsenker maakte wel een gigantische crossover om helemaal vrij te komen. Ja, en werd dus aan het beginnen dat hij hem een beetje tegen de onderkant van het bord of de onderkant van de ring legde. Maar hij mag dat nu eigenlijk helemaal gaan goedmaken vanaf die vrije worplijn. Staat al op 8 punten, kan dus de double digits nu al gaan aantikken. Doet dat wellicht, 9 in ieder geval. Nog eentje erbij. En hij is eerst in de wedstrijd met meer dan 9 punten. Ja, dat kan een 10 worden, hè. Ja, geconcentreerde blik. Ja, Martin, een goed begin hoor. We leiden 21 punten nu al. Dat, ja. 9 tegen, ja, daar valt op geen enkel punt wat op af te dingen. Sol heeft het moeilijk. Ook vanaf de point komt nog niet heel veel gevaar. Schoten vallen niet. Makkelijke kans onder het bord nog niet gecreëerd. Vast breaks nog niet eigenlijk. Ja, dan leiden we. Bekend op zijn goede teamspel, zijn goede team defense. Deze bal valt ook niet van Van der Vuurst. Bal voor Leiden. Het is one shot en dan is het weer bal Leiden. Het
Van der Belt maar eens kijken of dat dan toch misschien een beetje aan arbitrage ligt. Zou natuurlijk kunnen. Wat vind je dit seizoen, Martin, tot nu toe van Zwolle? Wat je zo her en der van ze ziet of leest? Nou, ze begonnen wel aardig, maar toen verloren ze een keer van Donar. En het is toch allemaal wel wat minder gegaan. En recent hebben ze weer van Donar verloren. Dus als ze gelijk eindigen met Donar is dat een nadeel. Het onderling resultaat is natuurlijk voor Donar. Ja. Van en dat kan wel, balletje blijft bij Zwolle. Ja. Gezien de stand op de ranglijst kan het wel eens heel erg belangrijk zijn. Want Landstede is natuurlijk ook al teruggevallen naar de vierde plaats. Met het gedeeld met Joost United. Er staat 1 punt voor op Donar. Ja, Donar gaat gewoon 2 punten halen vanavond. Dus ja, dan kan het nog wel even dringen worden daar. Donar tegen Apollo, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, het stond er net bijna 30 punten verschil bij de rust of zo. Flotertje van Boyd van der Vuurst, die kan dat natuurlijk wel eens. Om niet echt gelukkig in zijn acties, krijgt hem wel terug. De oudere broer, u weet het, van Kai, die bij Oostende speelt in de Champions League onder andere. Kai, die ook de MVP was in de finale van het Belgische kampioenschap. En hier is het Roel van Overbeek. Ja, goede jumpstop met fake. Venskoes ging al de lucht in. Ja. En dan heb je gewoon een vrije plek om de bal erin te gooien. Roel van Overbeek, die we onder andere kennen van de Windmills, Dordrecht. En ook natuurlijk van de bal. Nummer 1 bij de Hammers. Hier Bouwknecht. Staps aan de dime. Veel te kort. En Venskoes. Ruddervoort. Ah, excuus. Ja, ik haal ze op dat schermpje vaak, te vaak door elkaar. Beetje dezelfde lichaamsbouw. Rudderport natuurlijk wel ietsjes groter. Van de Vuurst in nog redelijk onder druk, moest dat schot nemen. Raakt hem nog net aan de ring. Ververs komt erin voor Elsegair. Ja. En Schaftenaar komt erin voor Rutherford. En hoe lekker is dat om die man met zijn bakken ervaring, die nummer 10 van Leiden, Roeland Schaftenaar, gewoon van de bank te laten komen. Dat is zeker geen verzwakking. Nee, met, zeker niet. Met alle verder egaars aan het adres van onze vriend Tommy Rutherford. Maar die zal denk ik heel tevreden zijn als hij op het einde zijn carrière heeft als Roeland Schaftenaar na een jaar of 12 of 15 basketbal. Kijken wat Schaftenaar nu gaat doen. Hier in ieder geval Venskoes in de post. Ik kan hem nu niet meer verwarren met Rutherford, want die is net aan de bank gegaan. Venskoes krijgt hem terug. Nog 4 seconden. Spin move. Up the glass. Niet erin geraakt. Sowieso gerebound door de Hammers. En het Boyd van der Vuurst. Die het liefde naar zijn rechterhand gaat. Nu nog steeds geen open shot. Goed gesloten, maar ja, over de ring gehoord. Daar is Kruithof wel actief. Weer mis. Vreselijke schotpercentages, Martin. In de laatste 8 minuten van dit kwart voor Zwolle. Ook alle rebounds die ze pakken, gooien ze er dan toch weer naast, helaas. En 23-11. Ik hoop niet dat het al een voorentscheidung zal blijken te zijn. Vaak voor Landstede, die komen daarmee ook in de penalty. Met 45 seconden aan het raam maakt dat ook niet zoveel uit.
Bijna Stiel verleiden inside. Met nog 2 seconden op de shotklok. 2,1 seconden om precies te zijn. Dus er zal een snel schot van Landstede moeten komen. Ja, die kwam er toch. Boyd van der Vuurs de Vries scoort toch vanuit die out of bounds. Fout doet Lutterman. Balbezit Leiden aan de zijlijn. En Schaftenaar komt de bal halen. Zet een screen op Marijn Ververs. Via gelukje komt hij bij Schaftenaar. Zijn linkse hoek gaat er niet in. En Landstede kan proberen om het verschil wat te verkleinen. Ververs krijgt de fout. Over het screen van de Pachter. Hij beklaagt zich wel bij de arbitrage over de screens van de Pachter. Als een keer komt erin voor Marijn Ververs. En wordt wat heen en weer gegooid in de verdediging bij Leiden. Die op wie gaat staan. En Van Overbeek kwam al in een lastige situatie, hield nog balbezit. Maar wordt vervolgens snoeihard door... Roeland Schaftenaar geblokt. Bal uit voor Landstede met 5 seconden. Net als de 2,1 kwam er een score uit. Dus wat gaat er nu gebeuren met 5 seconden? Boyd van der Vuurs, de Vries, komt dus vrij. Schiet er een 3-punt erin. En brengt het verschil terug. 2 punten is het toch uiteindelijk. 25-18. Leiden moet even op zijn tellen passen. Het was ook niet best verdedigd, om het zo maar te zeggen. Daar gebeurde van alles, maar niet goed. Landstede de bal op bezit kwijt. Stiel van Kruithof. Paas van Elsegier naar Schaftenaar was iets te ver voor Schaftenaar. Ja, nu krijgt Schaftenaar wel. Schaftenaar de Pachter krijgt nu wel een fout voor de screen. Heeft het gemopper van Ververs toch nog ergens toegediend. Dat de scheidsrechter toch even iets anders gaat kijken naar die screens. En er wordt meteen de Pachter afgestraft. Zijn eerste fout overigens pas. Ja, Landstede brengt Teriens weer in voor Roel van Overbeke. Is dat hoe je het uitspreekt, Martin? Ik heb er te weinig op geoefend. Teriens? Dat is wat ik begrepen had. Alright. Ja, dan zou het natuurlijk volledig juist kunnen zijn. Maar Zwolle is weer wat meer aangehaakt. Stond de hele tijd op die 8 punten. Maar hier is het Bouwknecht. En volgens mij ging die bal uit. Het gaat zo snel dat de camera crew het af en toe ook niet bij kan houden. Nou, dat wil wel zeggen hoor. En Bouwknecht brengt het spel erop. Wenskoes wilde er langs.
Fout is voor Teriens. Dat is zijn eerste fout. Het is wel de derde teamfout van Landstede al. We zijn nog geen 3 minuten bezig. Dus ik zou de ring aanvallen als ik Leiden was. Om nog een peetje mee te krijgen. Dan is iedere pee het 2 maal. Ik zie, als het goed is, zie ik Niek van der Plas ook binnen de lijnen komen. Of is binnen de lijnen gekomen. Staat hier te verdedigen tegenover Elsegier. Wordt er even weggeblokt. Nou, ik kon het niet volgen. En er komt weer een fout aan. Koen Stolk. Dat is zijn tweede fout. Dat is de vierde teamfout voor Landstede. Voor Schaftenaar. Met z'n 2,11 meter ook onbespeelbaar. Goed voetenwerk. Dat brengt toch het verschil weer terug naar 9 punten. Persoonlijke fout van Maarten Bouwknecht. Krijgt nu de waarschuwing van Tijm en Las dat hij niet moet protesteren. Zo opzichtig. De volgende keer krijgen we een technische fout, jongen. En Spradley ziet het ook wel aan en die haalt Ververs terug. Bouwknecht weer op de bank mag plaats nemen. Niek van der Plas. Als een keer prakt de rebound, uitdekken naar Ververs. Leiden weer een aanval. Kruithof naar binnen. Paas naar Elsegier. Wel heel lekker, Martin, dat Zwolle grotendeels weer terug is. Hoewel hier meteen de bal inleveren. Rustig gedaan door Ververs. Maar ook dat is wel iets wat je zeker van Ververs kan zeggen. Weer een time-out. De Zwolle opnieuw, neem ik aan. Ja. Dat Ververs eigenlijk altijd wel onder controle speelt. Zich zelden vergaloppeert of een overhaaste actie maakt. Deed hij net ook weer gewoon rustig even faken, rustig inleggen, geen gekkigheid. Ja, een goede stuw van Kruithof. Die heeft er volgens mij al 2 vandaag te pakken. Is heel actief bezig. Het backdoor dat die Schaftenaar bedacht had, ja, met hier rollen Franken trouwens, rechts en wild. Links zien we Elko Derks. Ja, en het is een actie gaande ook al langere tijd. Onder andere Frank en Krachtwijk zijn erg bezig met Oranje via het programma Eurostep. Om daar een mooie businessclub op te bouwen op het gebied van het Oranje mannenteam. En die hebben een mooie nieuwjaarsbijeenkomst ook met hun sponsors en dergelijke. Dus vandaar dat die ook de tribunes hier flink vullen. Ja, inderdaad, Martine Ververs is zelfs nu topscorer binnen de wedstrijd met zijn 11 punten. 10 zijn er voor Elsegier. En dat was Marco. Wat vind je van Leiden? Nou ja, Leiden, als het nodig is, dan staan ze er wel. Ze laten Landstede wel een paar keer dichterbij komen. Maar dan is er weer een steal van Leiden, een turnover van Landstede. En dan staat het gewoon meteen weer 11 punten. Ja. In dit kwart is het gewoon 6 tegen 6. Juist. En dat alles in 4 minuutjes. Mensen met die massaal, met die mooie sjaals om. Dat is een van de vele groepen die vandaag hier ook zijn uitgenodigd. Alle tribunes zijn uitgeschoven. Alle tribunes zijn vol bezet. Er is geschoven met de perstafel om het allemaal een beetje passend te maken in dit oude halletje. En is uiteindelijk prima gelukt. Want de hele firma Zorg en Zekerheid is hier ook aanwezig. Ja, zeker. Dus die vullen die 2 tribunes op de basket waar Leiden op aanvalt. Ja, Zwolle heeft geen time-outs meer deze helft. En uit die time-out van zojuist komt deze prima uitgespeelde score. Assist van Doekan op de Pachter. En zo is het weer in de enkele cijfers het verschil.
Van der Vuurste op Ververs. Kennen elkaar uit Oranje. Boyd van der Vuurste zit daar ook tegenaan. Of is daar af en toe in voorselectie en dergelijke bij. Hier Venskoes. Verre bal verschaft naar noodschot. We weten de ring goed te raken. Maar Leiden had zoiets van: we trekken ons maar vast terug. Gaan die rebound niet in. Misschien niet onverstandig. Ja, mooie bal van der Vuurste. Maar dan moet je wel over 2,11 meter heen schieten. Dat ging moeizaam. En hier is het Ververs. Doekan maakt dan nog wat stampij, maar krijgt geen fout. Leek me terecht. Wild zwaaiend met zijn armen. Hier Ververs. Kan hij zo snel hebben nutten. Paast hem uit. In de post. Oeh, klein foutje, maar wel wat contact daar. Fout in het voordeel van Roeland Schaftenaar. Over de bek. Dan krijg je vrije worp van Schaftenaar. Boyd van der Vuurste was dat. Zal zijn tweede fout worden. Ja, niemand echt in de problemen. Geen één speler met meer dan twee fouten. Nee, Schaftenaar mag nog even twee vrije worpen nemen en dan kan hij weer naar de bank. Dan komt Rutherford er weer in. Ja, die oude mannen die moet je af en toe even pauze geven, hè, Martin? Ja, je moet eigenlijk, als je naar Leiden kijkt, moet je eigenlijk de cijfers van Rutherford en Schaftenaar bij elkaar optellen. Dan heb je gewoon 40 minuten center staan. Ja, ja dus die wisselen elkaar af, dat is gewoon heel simpel. Dat klopt. Ja, het is ook natuurlijk... Kijk, Rutherford was toprebounder in Zwitserland, maar dan speelde hij 35 minuten. En hier komt hij op een gemiddelde van ongeveer 6. Ja. Ja, dat is ook logisch als je maar 20 minuten speelt. Ja. Scheelt bijna de helft. Simple as that. Dus Schaftenaar naar de bank met 4 punten. En hier is Alsager. Leiden maakt het Zwolle al vroeg lastig. En vandaar maar een beetje dit noodschot van Doeken. Maar dat levert ook niet heel veel op. En de bal is voor zorg en zekerheid. Schaft of de pachter laaiend. Kom on Leiden, wordt er gezongen. Ja, het is puntjes uitwisselen eigenlijk nu. Tempo is ook wat gezakt. De fases waarin Leiden lekker kon doorstomen werden steeds door Zwolle natuurlijk afgebroken met time-outs. Dus logisch, hier is Kruithof, publiekslieveling, goed gerebound en ingelegd. We hadden het net over hem, Martin, jij vooral over zijn Zwitserse prestaties. Rutherford doet wat hij daar ook deed, rebounden. En ook nog eens een keer afmaken, gaat naar 6 punten. Harde botsing daar, Elsegeer en de pachter. Ja, dat is even. Pachter gaat echt niet zomaar neer. Terwijl Zwolle al in de penalty zit. Zo, hier aan de vroege kant. Leiden pas op 2 teamfouten. Wordt dit nog de derde? Ja, inmiddels op 3. Ja. Door die eerste fout van Wesley Elsegeer. Bouknecht heeft er 2, Van der Els heeft er 2. Hetzelfde geldt voor Stolk. Voor Lutterman en voor Doekan. Veel protest hier onder ons vanuit het Zwolse vak, denk ik. Ja, misschien willen ze een onsportieve fout voor Elsegeer. Ja, veel reuring, we kunnen het wel horen, maar net niet zien. In ieder geval gaan wij verder. Oeh, terugspelen eigen helft of niet? Ja, Dico Lescu dribbelde op de middenlijn. Zuur. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Slordig. Ja, en Leiden moet nu wel even denken dat ze de bal in de aanvallende helft moeten innemen. Als we nou weer terugpasen, is het wederom terugspelen. Er zijn vaak genoeg gebeurd dat soort dingen. Venskoef maakt die fout in ieder geval niet. Via Rutherford eventjes terug naar de captain. Ververs pick and roll of niet? Nee, Rutherford maakt dan wel heel veel ruimte. Lekker te douwen tegen Schaftenaar aan, maar ondertussen wel lopen. Was dat voor Kruithof? Ik denk het haast wel. Turnover, wel 13 punten verschil. Martin Zwolle is nog steeds niet echt lekker aan het scoren. Had even een runnetje. Het begin van dit kwart, maar 22 puntjes na, wat is het, dik 16 minuten. Is mager. Ja, ze kwamen terug tot 27-20. En inmiddels hebben we alweer een 8-2 voor Leiden op de borden staan. Ja. Weinig afstandsschoten nog deze wedstrijd. Mooie end-one of niet? Is het counter-basket? Ja, zegt Time and Last. Lijkt me terecht fout van Ververs. Knappe lay-up. Blessure of niet? Want er ligt een man down. Dat is Terins.
Komt overeind. Ventspoes gaat eruit. Daar komt Van Breed terug, die we nog weinig hebben gezien. En dit wordt de bonus. Oh, there we go. Ja, Terens kan daarmee ook op 6 punten komen. En dan wordt hij gedeeld topscorer met, samen met Doekam. Goede concentratie, uitvoering is prima. Weer een aanvaringtje, kleintje, tussen Rutherford en de Pachter. De Pachter zegt even dweilen daar zo, dat lijkt me een goed idee. Ja. Dat zijn die listige trucjes om even tempo uit die wedstrijd te halen. Ah, denk je dat dat is, ja. Maar zou dat dan ook betekenen dat hij ook bewust ging liggen? Nou, dat denk ik niet. Kan ook nog een truc zijn natuurlijk, toch? Lekker over het veld rollen in je natte shirt. En dan kun je op de grond nog even ook een beetje uitrusten. Als je boven de 30 bent, zoals Ralf de Pachter, en al duizenden en duizenden minuten hebt gemaakt, dan moet je af en toe misschien gewoon even slim zijn. Hier Verbos weer, Rutherford, Elsegier. Daar liggen de ruimtes. Ja, mooi diep gegaan. En goede assist Elsegier op Verbos. Verbos die gaat naar 13. High scoring game van hem tot nu toe. Heeft 1/3 van de Leidse punten. Step back, moeilijke bal hoor. Ja, dit ga je dan doen als het niet loopt. Dan ga je denken, nou, dan ga ik het wel oplossen. Of dan krijg ik de bal nog eens een keer. Maar heeft ook niet heel veel nut. Het is één schot en klaar. Ik denk dat we dat straks in de rust ook wel in de reboundcijfers zullen zien. Martin die gaat dat ongetwijfeld weer voor ons uitpluizen. Verbos is hard, nu even net niet. Een goede rebound van Rutherford. Krijgt een duwtje, houdt hem levend. Prima gedaan, schotklok op 8. Als ik een mooie spin move. Count the basket. Ja, het is weer een run van Leiden. En Zwolle kunnen ze nog een keer de run stoppen. Ze hebben geen time-outs meer. Ze moeten nog 2,5 minuut overleven. 14 punten verschil. Gaat het nog richting de 20? Of gaan ze toch aanhaken? Hier gooien ze de bal weg. Goede duik, maar niet gepakt. Ja, wel gepakt. Niet gepakt. Oh, daar glijdt Ventspoes. Is het Ventspoes, Martin? Ik durf het niet meer te zeggen. Het is Rutherford. Die glijdt uit de boarding in. Moet echt een nieuwe bril, geloof ik. Het is een 14 punten verschil. Was dit al het grootste in de wedstrijd? Net niet, denk ik. Misschien wel. Misschien wel. Gaan we nog wel een keertje erbij pakken. Hier weer het dweilen. Ja, body's flying everywhere. Het is hier ook gloedheet. Bloedheet natuurlijk met al het publiek. 2000 man bijna. Dus veelvuldig even dweilen. En getikt door Kruithof, die altijd fel is in de defense. Lang lichaam, lange armen. En Lucas die weet, ik speel in misschien een kwartier, misschien 20 minuten. Misschien nog wel eens wat meer, maar daarin kan ik gewoon vol uitgaan. Er zit altijd wel weer, als ik echt moe ben, dan word ik er vanzelf wel uitgehaald. Gewoon vol gas geven iedere keer. Is wat hij doet, vooral in de verdediging en allerlei hustle plays. Goed opgepost. Rutherford had wel af mogen maken van mij tegen Terins. Ja, die, dat is een beetje slap. Was toch een kop kleiner. Beetje overhaast. Misschien ook hier weer mooi het gevecht. Rutherford de Pachter. Glijpartij van beide kanten. Verre bal. Niks geraakt. En niet de schoten die je wil hoor. Oei, offensive foul. Nee, blocking foul. Naar voren gesprongen en Zwolle, Martin, is in de penalty. Dus dat betekent two shots. Ja, twee vrijworpen voor Marijn. Oh, jij mag Marijn zeggen. Ik wel. Ik speel met zijn vader op de training. Ja, dat opent alle deuren. Precies. Of speelt zijn vader met jou? Hij probeert het altijd ook. Ik weet dat hij de onderhandse scoopshots gaat maken. Dan, ja, is dat de familie Verbos die heeft dat soort trucjes? Ja, maar ik ken die trucjes natuurlijk ook. Dus dat wil ik er nog wel eens uithalen. Oké. Hij gaat eerst, gooit hij, ik heb het gemist Martin. Is die raak of niet? Nee, die was niet raak. Want hij steekt nog steeds op 13, Marijn. Gaat de tweede dan wel zuiver? Even kijken. Nee, niet te kort. Oh, goede rebound van Bray. Mag ook niet gebeuren eigenlijk hoor. Nee. Uitstekend gedaan. Gewoon niet gechallenged. Hij tikte die bal van Bray om hem levend te houden. Werd nog steeds niet gechallenged. Kon hem dan gewoon lekker binnendrukken. Dat zijn dus toch nog twee punten uit die vrijworpsituatie. En zal Van der Belt denk ik wel laten weten straks in de kleedkamer wat hij ervan vindt. Weer een stepback. Aanval zonder te pasen.
geen teamplay. Dat zegt Van der Bel denk ik nu ook tegen zijn spelers. Van ja, wat moeten we hier dan weer mee? Het is nog een jonge speler, die Terins, die nog wat ervaring op doet. Maar ondertussen wel vrij worpen. Ja, ook leiden in de penalty. En derde P van Marijn Ververs. Die gaat er nu ook af voor Maarten Bouwknecht. Ja. Dat is natuurlijk ook lekker als je met Bouwknecht en Ververs gewoon twee point guards hebben die ook nog samen kunnen spelen. Absoluut. Ververs aan de bank met de 13 punten dus. Elsikers staat 12. Deze is ook niet goed voor Lutterman. Er staat nog op 0 punten. 2 fouten. Van een goede lengte. Doet een beetje denken zo aan het type een beetje Kevin Bleker-achtig. En doet ook een beetje denken aan onze vriend van Groningen, Martin. Help me even. Nederlandse speler. Hebben ze Nederlandse spelers daar? Nee. Schaftenaar zit er natuurlijk. Wat erg dit. Kerstvakantie duurde net een paar dagen te lang. De explosieve 4-5 van Groningen. Jonge speler. Spring 4. Maar Nederland. Ik kom er niet op, joh. Ja, ik weet niet. Drietjes goed. Elfdeker. Laat zijn drie vingertjes nog even zien. Wesley Elfdeker. Hij is topscorer geworden inmiddels. Van 12 naar 15. Ik bedoel Brandwijk. Willem Brandwijk, dankjewel. Martin hier het drietje. Kacheltje weer eindelijk binnen voor Van der Vuurst. Training baskets, maar het is wel 15 verschil. Leiden wil natuurlijk die 15 nu naar de kleedkamer brengen. Ik zat er naar de lichaamsbouw een beetje te kijken. Verder zegt dat natuurlijk ook lang niet alles hoe je game is. Maar daar deed bij Lutterman een beetje aan denken. Hier balletje goed rond hoor bij Leiden. En jammer, net niet in sight gekomen. Wel, het idee was prima. Dan is het Van der Vuurst. Dat is de laatste, waarschijnlijk de laatste aanval tot de rust. Schotklok zet uit inderdaad. 44 punten is prima, 29 tegen is prima. Dat wil je het natuurlijk bij houden. En pas op die fouten. Jammer. Ik dacht dat hij hem clean opving. Maar dan net iets te veel contact van Elfsinger. Betekent de two shots voor de Hammers. Slim gedaan door Zwolle. Nog 4 seconden te gaan. Dan krijgt Leiden nog wel een kansje. Je zou nog een time-out kunnen nemen. Maar je kan hem alleen niet advancen. Hè? Nee, dat kan alleen de laatste 2 minuten. Ja, het vierde kwart in feite dan, hè? Ja, van de wedstrijd. Ja, ja. Of kan het in overtime ook? Maar dat is misschien een beetje een strikt vraag. Ja, nee, dat kan ook. Dat kan het ook. Kijk eens aan. Two shots hier voor Van Overbeek. Die pas op 2 punten staat. Deze is niet goed. Iets te hard. Concentratie nog een tikje steviger bij Roel van Overbeek. En komt daar die time out? Yes sir, ja toch, Leiden willen toch doorspreken. Niet heel vreemd per se. Om er nog even het uiterste uit te halen. Ja, ondertussen zie ik dat het in Rotterdam gelijk is tussen Feyenoord en Den Bosch. Okay. Apollo staat 73-42 achter. Of 73-44 achter tegen Donar. Dat is eigenlijk natuurlijk wel een gelopen koers. En in Weert is het rust. En er staat een 32-33. Dus Aris Leeuwarden een puntje voor. Ja, ik zei wel van de week tegen iemand. Nou, Feyenoord tegen Den Bosch. Op papier zou Den Bosch dat natuurlijk moeten winnen. Maar er is natuurlijk het een en ander wel gebeurd daar in Den Bosch. Wat ook nog meespeelt is dat vorig jaar Den Bosch ook de hele tijd ongeslagen was. En dat de eerste nederlaag kwam bij Feyenoord. Dus wat dat betreft ook al begon Den Bosch met een 11-0 run. Het is nu toch gewoon weer gelijk. Nou, eens kijken wat Leiden uit die timeout heeft bedacht. En het Bosse basketbal heeft ook een mooie man verloren afgelopen week. Jan Korver. Ja. Die alles deed voor zijn Den Bosch. Die overal bij was. Die ook zich inzette voor onder andere het Nederlandse mannenteam. Je kon Jan altijd bellen. Hij kwam altijd helpen. En altijd vriendelijk en altijd vrolijk. Wij moeten hem gaan missen. Jan Korver. Een paar dagen geleden overleden. De laatste schot is denk ik te laat voor Maarten Bouwknecht. Ja. Goed op zich ook wel dat opgelost door Zwolle. Ook zij hadden natuurlijk een minuut om het daarover te hebben. Ja, in het kort, Martin, wat valt je het meest op in een zin of 2 of 3 of 4 in deze eerste helft? Leiden is niet echt in de problemen. Er staat 14 punten voor.
derde kwart overleven is natuurlijk wel van belang. Landstede valt een beetje tegen. Te weinig scorende druk. 30 punten is te weinig voor Landstede. En dat is natuurlijk ook ten dele toe te schrijven aan de verdediging van Leiden. Nog een klein rondje langs de velden voor we richting onze halftime show gaan. Ja, in Rotterdam speelt Simon Zeeuw Feyenoord basketbal tegen Heracles Den Bosch. Daar zitten we halverwege het derde kwart. Er staat 36 gelijk. Donar staat met 75-44 voor tegen Apollo. En die gaan het laatste kwart beginnen. En Weert is ook rust 32-33. En hier is dus ook rust 44-30 voor Leiden. Mooi zo, Martin Hoekstra. Dankjewel. Wij horen elkaar weer over een minuutje of 10. Zijn zorg en zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. We gaan zo direct met de tweede helft beginnen over 4 minuten. De stand is 44-30 voor Zorgverzekerd Leiden. En we gingen natuurlijk even de statistieken kijken. Arie voorspelde wat rebounds overwichtje. Misschien zat ik er helemaal naast, Martin. Wat heb je gevonden in de boxscore? Nou, Leiden heeft 19 rebounds, 6 aanvallend. En Zwolle heeft 16 rebounds, 7 aanvallend. Dus dat, daar ligt het niet aan. Het is echt het feit dat Leiden in de paint 28 punten maakt van de 44. En Landstede 12 van de 30. En dan zie je ook in de schotpercentages. Leiden heeft een schotpercentage van 53,1%. En Landstede 36,7%. En dat is natuurlijk een groot verschil. Nou ja, 3 punten schiet Landstede wel beter dan Leiden. Leiden 2-8, Landstede 4-13. Dus maar om het al toch wel 14 punten verschil. De turnovers Leiden 8, Landstede 11. Dat is allemaal te verwaarlozen, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft, ja, het is echt het scoren in de paint. En het scoren van turnovers is 15 voor Leiden, 9 voor Landstede. Second chance points, 10 voor Leiden, 5 voor Landstede. Daar zit ook een verschil in. Opvallend is de bench points. Landstede 11 en Leiden slechts 6. Dus de Leidse bank is nog niet echt op dreef. Die hebben toen alleen een score van 4 punten van Schaftenaar gekregen en 2 van Bouwknecht. Yep. Dat zal in de tweede helft wel anders worden. En in Rotterdam blijft het spannend. Daarnet stond Rotterdam even 4 punten voor tegen Den Bosch. Er staan nu 3 achter, 42-45 na een 3 punten van Webster. En daar is nog een halve minuut tot de rust. In Groningen zijn ze natuurlijk ook alweer bezig. Daar is nog 3 minuten te gaan. En Groningen is op weg naar de 100 punten. Staat 96-53. En in Weert is het... Zijn ze net begonnen en heeft Marcus Wilson bal voorsprong gezet met de eerste score na de pauze. Daar staat het 34-33 en die hebben nog 9 minuten 18 plus nog een heel kwart. Dus dat zal nog even duren. Ja, Martin, ik sprak net met Mark de Vries, die veel doet in het Nederlands basketbal. Ook zeker op het gebied van de jeugd, onder andere in Flevoland. Mark zei tegen mij, hij had trouwens wel een sjaaltje van de Hammers. Dus ja, dat zien we dan maar door de vingers. Hij zei, ja, Leiden geeft heel veel druk. Zwolle heeft moeite om het spel op te zetten. Maar ook gewoon om als team tot een goede schoten, goede aanvallen te komen. Ze hebben niet per se een speler momenteel bij Zwolle. Die, ja, ik geef jou dan maar de bal en jij lost het wel even op. Zo'n speler heeft Leiden ook niet echt op dit moment. Herken je dat, wat Mark zegt over Zwolle? Zo van, ja, ze hebben moeite om echt tot goede aanvallen te komen. En hun kracht ligt eigenlijk altijd bij Zwolle in het teamspel. Dat komt er nu gewoon niet uit. Nee, kijk, sowieso missen ze natuurlijk een hele grote lange man. Waardoor Leiden misschien wat minder aanvallende rebounds zou kunnen pakken. Want dus die Barea staat natuurlijk wel in de weg met zijn gemiddeld 13 rebounds. Aanvallend is het niet een hele bijzondere speler. Maar goed, hij kan misschien een goed screen zetten. Kijk, Leiden geeft veel druk. En daar heeft Landstede het gewoon moeilijk mee. En je ziet het ook aan het feit dat Landstede dus tot slechte schotpercentages komt. Omdat ze zo onder druk staan. Ja, dat maakt een heel verschil in zo'n wedstrijd. Ja. Fair enough. Ja, misschien even uitzoomen, Martin. We krijgen nog een aantal wedstrijden in dit Nederlandse deel van de B-Nex League. Daarna krijgen we die splitsing in de gold en de silver. Beste 5 van Nederland en 5 van België zijn ook weer 10. Gaan naar de gold toe. Nou, dat zal voor Leiden niet een heel groot probleem moeten zijn. Nee. Waar schat je, als we even puur naar Nederland kijken. Den Bosch nog ongeslagen in de B-Nex League. Is Leiden dan de nummer 2? Of zeg je, want het ligt allemaal dichtbij bij elkaar. Of Leiden is misschien wel ook een heel klein beetje de nummer 1. Of hoe schat je dat zo in als je nu alle ploegen een poosje gezien hebt? Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat ik vind dat het niveau in de Nederlandse deel lager ligt dan afgelopen jaren. Je kan je niet voorstellen dat Leiden met deze ploeg, waarbij ook nog wel wat mensen steeds wegvallen met blessures, eigenlijk zelden in probleem is gekomen. En behalve dan dat ze 2 van de Bos en 1 van Landstede hebben verloren. Maar dat ze gewoon 2e staan. Ja, dat vind ik knap van een team, van dit team. Dat geeft ook aan dat de andere teams blijkbaar ook wat een jasje hebben uit moeten doen. Den Bosch vind ik wel de sterkste ploeg. Ook de breedste ploeg. Ja, maar dat kan ze ook gaan opbreken in de komende week bijvoorbeeld. Want ze spelen natuurlijk dinsdag Europa Cup. Donderdag tegen Donar. Voor de beker nog die 2e wedstrijd. En dan daarna nog een keer een competitiewedstrijd. Ja. Vanavond spelen ze in Rotterdam. Dus woensdag is die uitvaart van Jan Korver. Ja, dat gaat er echt wel in hakken. En Boy van Vliet is natuurlijk ook nog geblesseerd. Ja, die ging in die bekerwedstrijd thuis. Die ze met 1 puntje wonnen van Donar.
stevige blessure. Hier ondertussen derde kwart met de Rutherford tegen de Pachter. Pachter maakt zich breed. Rutherford kan niet controleren. 8 seconden nog. Verre bal van Van Bree. Net een beetje te veel naar links. Getipt door Van der Elzen, die we nog weinig hebben gezien. Die moest al vrij snel naar de bank met die twee fouten. Had wel dat soort van net niet dunkje, layupje, Stan van der Elzen. Nou, zien we hier weer. Het duurt lang. 7 seconden nog. Bal is nog niet in de paint geweest. Ja, goed gedaan hoor. Ook door Rutherford. 1 seconde. Airball. Een turnover voor Zwolle. Schietklokovertreding. Goede eerste verdedigende actie in deze helft. Van Zwolle en zekerheid Leiden. Onze speaker natuurlijk. Martin Hoijmans. Die hier in de zaal allemaal onder controle heeft. Elsegier die zo goed begon. En ook goed eindigde overigens. 15 punten bij hem. Hoogste puntenaantal aan de kant van Zwolle is Boyd van der Vuurst. Met 7. En dan Doeken met 6. Maar die staat ook al heel lang. Verre twee punten. Staat al heel lang droog. Ja, Leiden bal valt niet voor Van Breek. Veel te langzaam deze aanval. Wordt te veel gedribbeld. Dat moet veel sneller. Nou, vastgehouden. Er zit een end-one. Jazeker. Knap gedaan door diezelfde Doeken. Count the basket. Ja, betekent een bonus. Ja, volgens mij Rutherford dacht, nou, ik kan niet meer bij zijn arm, maar ik grijp hem maar flink om zijn middel, dan mist hij wel. Maar dat was niet flink genoeg. Het is natuurlijk makkelijk gezegd, maar het liefste wil je, als je dan een fout maakt op een schotpoging, wil je zo de fout maken dat die bal in ieder geval niet daarin vliegt. Dan is in ieder geval wel de bonus nog mis. En we zien dat de Bouwknecht deze helft... Kijk, als Ververs er ook gewoon nee, hè? Ja, Ververs heeft 3 fouten, hè? Ja, dus ja, dat is ook wel weer verklaarbaar. Ja, zo, link had ik, dat merk je, niet gelegd, maar... eigenlijk dus uit de basis gehaald in deze tweede helft vanwege foutenlast. Oeh, dat rook naar lopen, maar hij krijgt hem er wel met links in, Rutherford. Ja, dat hij rond wel mooi af in ieder geval. Ja, zeker. Pivoteerde een beetje, ja... andere kant op dan je eigenlijk gewend bent, waardoor er ruimte kwam. Dan kreeg het balletje over de Pachter heen. Ja, die bal lijkt me te hard. Ja, goed gezien door Elsegier die daarin stapte op dat loppenballetje. En kan hij er zelf helemaal langs. Oeh, vergeet bijna de bal. Van Bree. Ja, dat doet hij graag. Ja, dat baseline schotje daar af stoppen en afdrukken. Dat is de game van Luc Van Bree. Gaat naar 4. Ja, precies. Af en toe even een 3-puntertje. Zeker. Maar niet te veel geforceerd. Vaak is het wel iets te geforceerd, vinden wij. Ja, ja. Hij is ook weer aan het zoeken van wat kan hij aan zijn spel toevoegen. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar inderdaad, het moet lekker in ritme zijn. Hier Doeken met zijn tweede score in korte tijd. Eerst bij de Hammers in dubbele cijfers. 10 voor hem. Er begint wat tempo in de wedstrijd te komen. Martin, maar het is nog steeds trading baskets. Zwolle zal toch weer van min 14 naar een stuk of min 7, 8 willen komen. Om er weer een echte wedstrijd van te maken. De vraag is een beetje, waar zit dan de sleutel? Ja, makkelijk gezegd in de verdediging. Van Bree, net niet. Heeft ook wel die fadeaway in huis. Schiet tekort. Ja, Pachter heeft wel een 3-punter ook in zijn bagage. Maar zag Rutherford de close-out maken. Dit is dan goed opgelost. Ja, onderhand erin gelepeld door Doeken. Die scoort achter elkaar zijn balletjes nu. In een korte tijd van 6 naar 12. Kijken wanneer er een time-out van Leiden komt. Als er door gaat, zit ook een wissel klaar. Is dat Schaftenaar? Dat zag ik in mijn ooghoek. Nee. Hij zit vlak naast de wisselstoel. Misschien ben ik daarmee in de war. Ondertussen fout op de vloer. Van Doegan. Dat is zijn derde fout. 3 vrijworpen van Maarten Bouwknecht. Dat is natuurlijk lekker voor Leiden. En dan gaat hij blijven staan, Doegan, met die 3 fouten. Doetje Doeken. Ja, ik kwam eigenlijk in de plaats van die Davis die ze hadden. Die had het ook alweer gezien in Zwolle. Hier met de slamcam en Maarten Bouwknecht. Wie gaat er winnen? Het is de Schutter. Plus 13 weer. Bouwknecht gaat naar 3 puntjes. Kan natuurlijk ook in korte tijd enorm hot raken. Ja, dat is ook Bouwknecht's game, hè? Absoluut.
Misschien qua verdediging en qua allround is misschien Vervas. Oh, die bal vloept eruit. Is misschien Vervas net ietsjes verder, ietsjes meer allround. Maar Bak net denk ik weer. Ook wel zijn afstandsschot is toch wat gevaarlijker. Kan ook makkelijker dat afstandsschot creëren met stepbacks en dergelijke. Ik kreeg die wel een fout. Hij zegt, ja, ik kreeg een enorme beuk van Overbeek. Maar ook, ook echt ervaren, gevaarlijk. De fout was voor Elsegier in de bed screening. Oké. Bouknecht dacht dat hij hem kreeg, maar dat was dus niet zo. Oké. Elsegier staat nu op 3, net zoals Vervas dus. En net zoals Doekan. Open screen wordt hier geroepen door het publiek. De Pachter. Nou, dat is een leuke matchup hoor. Hij tegen Rudderford. Rudderford doet dat prima. De Pachter. Martin staat pas op 2 puntjes. Kan ook wel eens enorme uitschieters hebben. Had hij vorig jaar een wedstrijd van een stuk of 35 punten, Ralf de Pachter. Niet echt gebruikelijk van hem, maar toch wel iemand die zo 10, 15 puntjes bij elkaar spokken. Dat was een turnover van Elsik. Een moeilijke bal van de Vuurs was nog bijna goed. Ja, helemaal naar achter gevallen in zijn schot. Als die erin was gegaan, dat was wel heel lekker geweest. Maar Zwolle moet oppassen dat het geen 20 verschil gaat worden. Elsiker, ja, lekker hoor. Lekker jumpertje, elbow. Ja, mooi gedaan en goed aangespeeld. Het is 16. Leiden blijft wel geconcentreerd verdedigen. Geen paas is makkelijk, geen schot is makkelijk. Ja, mooie bal van Doeken Martin, die on fire is. 9 punten al dit kwart in 5 minuten tijd. Ja, ik denk dat zijn man toch even moet op gaan letten nu. Ja, kun je wel zeggen, ja. Daar komt Kruithof erin. Hij zit nu wel op zo'n wisselstoel. Van der Elzen zien wij niet deze wedstrijd. Krijgt ook niet echt de bal. Hij staat in het veld, maar daar is het wel zo'n beetje mee gezegd op dit moment. Step back van Bouwknecht. Net te kort. Goeie hassel van Rutherford, maar de bal is voor de Hammers. Rutherford vindt dat een teleurstellende beslissing. Zijn cameraman doet ook mee. Jeroen wordt daar bijna geplet. En Elsegier eruit. En dus Kruithof erin. Ook Marja van Tilburg ziet u daar. Onze vaste fotograaf. Hij heeft al heel wat kilometers gemaakt voor Zorg en Zekerheid Leiden. En hier van Overbeek. Ook al heel wat jaartjes in de B-Next en de voorgangers daarvan speelt. Jong begonnen, jong doorgebroken. Jeugd Interlands gespeeld. Hier Doekan weer. Ja, hij is hot met die 9 punten. Onderlangs 11. Ja, Van Bree kan hem ook niet stoppen. Nee, totaal niet stoppen. Maar dit, Martin, het gaat allemaal een beetje te makkelijk hoor. De baseline pakken. Ja, rustig inleggen. Het is slappe hap. Ik zei Zwolle moet oppassen op 20. Maar het worden eerder 10. Ja, koud van de bank soort van. Kruithof. Ik weet niet of je dat schot nou echt had moeten nemen zo snel. Nee, dat is ook niet echt een erkende driepuntschutter dit jaar. In de pauze, ja, veel te makkelijk. Daar staat Van Elzen, ja, die staat dat te doen alsof hij verdedigt. Ja, het is Doekan tegen de rest. Martin, 10 punten in ruim 6 minuten. Ja, als je dat een hele wedstrijd lang doet, dan ga je richting de 60. Nou, dat zal hij niet meer halen, maar hij staat wel op 19. Ja, de Leiden staat nu gewoon echt niet goed te verdedigen. Plus dat ze aanvallend ook moeite hebben om vrij te komen. Dus de verdediging van Den Bosch is zodanig, van Den Bosch, van Landstede is zodanig ingesteld dat de forwards gewoon niet vrijkomen. Ja, dan moet je dus eigenlijk zorgen dat je high post vrijkomt en dat je dan backdoors hebt omdat zo overspeeld wordt. Ik mag hopen dat Spratty dat in de time-out meeneemt. In ieder geval 9 punten verschil, dat is het inmiddels ook in Rotterdam. De Heerders Den Bosch staat nu van op 52-61 voor. Die hebben de laatste 8 punten gemaakt. Dus de Feyenoord gaat dat niet meer winnen. Groningen heeft precies voor 100 gehaald. En daar is het 100 tegen 57 geworden, de eindstand. Met Clay Mounds 21 punten. Als topscorer van de wedstrijd. En bij Amsterdam Sam Vianen met 10. En Ofukbu, de grote man bij Apollo, slechts 6 punten. Ja, als je topscorer 10 punten heeft, dan moet je wel een hele goede teamplay hebben. Ja, Arend staat 2 punten voor in Weert. En daar zijn nog
twee minuten plus nog een heel kwart te spelen. En daar heeft Botulli heeft daar 15 punten en 8 rebounds en 3 assists. Dat is de man van Weert. En Caleb Warner staat op 12 punten. En is de enige die in de dubbele cijfer staat. En hier zijn we weer bezig. Van Els, goede paas. Slendok. Ja, lekkere play uit de time-out. Die time-out die nodig was, Martin. Het was 16 en toen werd het 9. Maar nu is het weer 11. Ja, een lekker dunkje van Rutherford. Die ook naar de dubbele cijfers gaat. Die staat nu op 10 punten. Het publiek ook lekker erin. Zijn enorm opgewarmd doordat er buiten uw beeld zo net, toen wij de replays hadden, ballen werden geschonken van zorg en zekerheid. Drietje in en uit voor Stolk. Die we ook vanwege zijn foutenlast nog weinig gezien hebben. Koen Stolk met nummer 6. En Van den Elze kan dat wel, maar zit niet in de game. Maar Rutherford is zeer actief vandaag. Martin doet van alles wat. Ligt hem wel dit spel? Ja, een speler die in loopgraven basketbal nodig hebt. Ja, daar is het een beetje toe geworden, zou je kunnen zeggen. Eerste helft Leiden begon steeds beter te draaien. Ging de rust in met iets van plus 14. Ja. En leken dat even door te zetten, begin van de derde kwart. Maar nu is het inderdaad een strijd geworden. Dat is natuurlijk verder alleen maar leuk. Van der Elze, die moet erin, veel te kort. Maar weer levend gehouden, goed gedaan. Ventskoes, die we ook nog nauwelijks gezien hebben. Heeft toch ook wel meer in huis. Is de vloek van de speler van de maand weer in werking getreden? Dat hopen we niet. Moeilijke bal, maar dat moest wel. En hij is goed. Met nog 3 seconden op de schotklok is het van Den Elze. Die raakpaft zijn eerste drietje. Ja, dan is het opeens 14. Ja, dan zijn we weer net zover als we in de rust ook waren. Het publiek ook goed erachter nu. Vol erachter. Goede steal van Rutherford. Kunnen ze afmaken. Oeh, van Ververs kwam er niet helemaal doorheen. Houdt hem wel in bezit. Open schot. Nee, goed gedreigd met het schot. Doorgestapt. En offensive foul van wie? Van Rutherford. 3 seconden. 3 seconden van Rutherford. Offense cruise. Ik durf het gewoon niet meer te zeggen, Martin. Er gaat gewisseld worden bij Zwolle. Terins komt erin. Ja, Schaftenaar voor Leiden erin. Ja, hij staat op eenzame hoogte in zijn ploeg. Doekan met die 19 punten. Want daarna is het Van der Vuurs die al een hele tijd op 7 staat. En die wij ook hier in beeld zien. Dat is even naar de bank gehaald dus. Ja, Van der Vuurs stond met rust al op 7. Een bal dus vanwege die 3 seconden van zorg en zekerheid Leiden bij de Hammers. Die erin hangen. Die wel iedere keer weer een beetje terugkomen. Maar ja, kunnen ze nog die extra push maken? Oh, goede steal van Lucas Kruithof. Pusht hem zelf. Gaat ze paas. Goed gedaan. En Ventskoes. Goede aanval van Leiden. Grote stappen van Kruithof. En Van der Welt has seen enough. Timeout Hammers. Ja, 16 punten verschil. Logische timeout. Ik denk dat de statistieken, ja, die hebben we nu ook. Even kijken hoe het elders gaat. Ja, Rotterdam is wel gespeeld. 52-65. Dus Heroes Den Bosch blijft opnieuw ongeslagen. En Feyenoord leidt opnieuw kostbaar puntverlies in de race voor de Elite Gold. Want die hebben nog een wedstrijd te goed, maar die is ook tegen Heroes Den Bosch. Dus dat wordt lastig. Dus het gaat zich toespitsen op, laten we zeggen, dat Leiden en Den Bosch er wel zijn. En het gaat zich dan toespitsen op 4 andere ploegen. Ares Leeuwarden, Donar, Joost United en Landstede. Ja. En een van die ploegen zal het niet gaan halen. Alright, ja, het is, want Martin, ik herken wat je zegt. Jij vertelde over, ja, als je kijkt naar het hele Nederlandse deel, hè, die 10 ploegen in de B-Max League, is het niveau nou niet echt gestegen dit jaar. Andere kant is wel, de bal begint er weer een klein beetje aan te komen, maar dat natuurlijk een leuke stap gezet is bij Leeuwarden en toch ook bij Joost. Die vorig jaar misschien wat tegenvielen, dat kan ik zeggen. Het jaar daarvoor was het wel supergoed. Dan haalden ze die bekerfinale. Dus ja, die lichtpuntjes, die ontwikkelingen zijn er natuurlijk ook. Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, laten we zo zeggen, we hebben een grote middenmoot. En die begint eigenlijk bij Leiden. En Den Bosch staat er een beetje alleen op bovenop.
Ja, en Apollo is natuurlijk... dit is makkelijk scoren voor Van den Elzen. Uit de out-of-bounce, na die time-out, verwacht je toch een goede actie van Zwolle. Wordt ingenomen Van den Elzen, steelt de bal en kan hem gewoon rustig opleggen. En opeens 18 punten. Maar ja, de wedstrijd is toch nog niet gespeeld. Ik bedoel, we weten natuurlijk ook hoe het in Zwolle ging. 25-0 run van Leiden. Om opeens weer in beeld te komen. Dus ja, dat kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Volgens mij Ververs vierde fout. Oei, dat is dan heel snel. Ja. Ja, fout nu. Dan zegt de speaker fout nummer 5. Maar het is fout nummer 4. Gelukkig. Voor nummer 5. Maar ja, Ververs meteen weer eruit. Of niet? Of niet, of niet? Ja, dat ja, dan wel. Bouwknecht is er al in. Om toch achter de hand te houden voor als het toch nog spannend zou worden. Of juist voor als er niks meer te verliezen is, dat, je, dat het lekker loopt. In het vierde kwart kun je hem natuurlijk ook terugbrengen. Maar voorlopig zal het Maarten Bouwknecht moeten zijn. Ja, Dion Hammond, u weet het, de knieprobleem. Opgelopen in die bekerwedstrijd. Oeh, de bal valt niet voor Dico Lescu, die wel die driepunter kan raken. Maar vandaag raakt hij nog helemaal niks. Ja, Hammond dus, de two-guard zou je kunnen zeggen. Dion Hammond van Leiden. Nou, landde op een eigenlijk gestrekt been en het leek of dat zijn knie de verkeerde kant op boog. En best een stevige blessure. Hij is in ieder geval 2,5 week geleden is dat gebeurd, Martin. En sindsdien heeft hij nog niet echt voluit kunnen spelen. Dus hij heeft nog even tijd nodig. Ja, het was in die wedstrijd tegen Ares, die tweede bekerwedstrijd. Ja. Wat zal dat geweest zijn? 20? 21ste volgens mij, was dat op een woensdag. Dus dan hebben we het over... 2 weken en 3 dagen. Ja, precies. Hij heeft wel inmiddels wel weer de schoptraining hervat. Dus dat is dan wel iets positiefs. Het publiek zingt hier ondertussen. Wordy is een leienaar. Wordy de Jong in de house. En een goal tegen nummer 1. Maar ik zag ook een 7. Dus dan samen dan 17. En dan komen we uit op Lucas Kruithof, zijn eerste fout. Volgens mij beweerde de pachter dat het daar een schotpoging was. Het tegenovergestelde wordt beweerd door Roland Schaftenaar. En de conclusie is wel of geen vrijworp. Ja, nou, de scheidsrechters zijn ook aan het kijken. We kunnen even naar de replay, voor zover ik weet. Maar in ieder geval, het is two shots. Je kan dit challengen als coach. Je hebt 1 challenge. Dan moet je natuurlijk wel redelijk zeker van je zaak zijn, maar... Spratty is niet de man die een challenge gaat aanvragen, heeft hij mij wel een keer verteld. Feilloos van Tirins. En ook deze, mooi netje gekust. En wat we al eerder zeiden, Zwolle gaat niet helemaal weg. Laten zich niet naar die 20 punten toe drukken. Voorlopig in ieder geval nog. Zullen ze ook in het vierde kwart niet zomaar doen. Maar ja, uiteindelijk staat Leiden wel weer gewoon dit gelijk te spelen. Denk ik. Even kijken, 16 in dit kwart toch maar een paar puntjes te winnen. Ja, met 2. Het was 14 met rust, nu 16. Ja, dat is het. Zwolle checkt nog even. Het is toch wel een fout op de vloer. Geen shootingval. Nou, dat wordt door de scheidsrechters ook overgenomen. Dus gewoon zijkant. Leiden in de penalty. Zwolle gaat de bal nog een keertje terugkrijgen. Ja, dus wel iets voor Venskoes. Ja hoor. Ja, mooie bal. Hoekschotje. Draait erin. Kan mooi de spin op die ballen zien. Omdat ze nu weer veelkleurig zijn. Die nieuwe B-next ballen. En er zit bijna geen verschil tussen de schotklok en de wedstrijdklok. Gaan staan als je voor Leiden bent. Heel veel ruimte daar. Alle Zwolse spelers helemaal op de baseline. Kijken wat eruit komt. Dit schot, redelijk gespeeld. Open schot is net iets te veel uit de richting. Geriband door Kruithof. En Leiden overleeft die laatste aanval. En het is 18 verschil. Ja, dus Leiden gewoon weer 4 punten uitgelopen. Zo kan je het ook zeggen. Landstede drong wel even aan. Het was op een gegeven moment 52-43. Wij dagen gewoon weer een 11-0 run en klaar. Mooi zo, Martin. Wij gaan naar onze sponsors.
Gaan weer bijna. We zijn hier 63-45. Nog 10 minuten te spelen. Ik kan u melden dat in Rotterdam is 12 punten verschil in het voordeel van Heerders Den Bosch. Met nog 1 minuut 5 te gaan. Dus daar gaat niks meer gebeuren. En bal houdt het nog aardig bij tegen Arens. Er staat 48-54. Met nog 8 minuten te gaan. En hier staat het 63-45. Al geeft mijn de laptop nu 65-43 aan. Bijzonder. Want dat is niet wat er op het scorebord staat. Ja. Nou, we gaan maar af inderdaad op het scorebord. Het is ook de scorebalk. Die blauwe balk die u ziet, dat zal allemaal wel kloppen. Ja, ik denk er wordt nog even wat gehannest met de live stats en dergelijke. Dat komt allemaal wel goed. Nou, meteen Stiel voor Leiden. Dus die kunnen nu echt wel voor de 20 punten verschil gaan. Ja, dus dat Martin kan Leiden deze wedstrijd gecontroleerd over de eindstreep brengen. Eigenlijk los van de eerste 3 minuutjes. Antoine, denk ik. Mooie actie. Spin move. Counter basket voor Eritas Ventskus. Ja, Zwolle beet even van zich af tot 7-8. Toen kwam die run van Leiden daar overheen. En toen pakte ze controle over de wedstrijd. En wel een van de fans hier redelijk dicht naast ons. Dit allemaal zeer toejuicht. Laat het luidkeels horen. In onze oor te toeteren. En Ventskus voor de bonus. Even de tongetje eruit. Alsof die nummer 23 hemzelf is. Iets te hard. Oh, rebound op de lijn gestapt helaas. Door Kruithof die er altijd wel voor gaat. Maar we zitten wel op 20 punten inmiddels. Verschil, Martin Hoekstra. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel terecht gezien het spelbeeld. Leiden kan gewoon inside meer scoren. Zwolle heeft gewoon moeite in de aanval. Heeft had ze net zelfs moeite om een bal uit te nemen op de achterlijn na een scoren. Dat levert hem meteen weer een score op. Het is wel goed gespeeld, maar het is wel gespeeld voor het afstandsschot. En dat is... Ja, ondanks dat Martin aangaf, eerste helft waren de rebounds gewoon netjes verdeeld tussen de twee ploegen. Maar het is wel, en dan blijkbaar aan beide kanten, één schot en klaar. Zwolle had nog wel wat aanvallende rebounds in die eerste helft. Ventskus verdient weer vrije worpen. Eens kijken of het nu wel voor hem gaat lukken. Dat is ook wel dit team van Leiden. Ja, het zal er niet erg op aankomen waarschijnlijk vandaag met 20 punten verschil, maar... Ik hou mijn hart vast als er beslissende wedstrijden komen met dit set uit Leiden waar de vrije worpen de beslissing moeten gaan brengen. Maar ja, hangt het ook vanaf wat je tegenstander dan doet. Maar dit is gewoon matig. Dit is niet hoe je een vrije worp neemt, voor overvallend. Niet de tijd genomen ook. Je mist er net eentje. Ja, toch 12. Het blijft mensenwerk, maar ik vind het niet een heel sterk punt. Ook weer niet goed, maar nu eigen rebound gepakt. Oeh, bijna. En dan maar zo. Ook net niet. Ja, nu is het 12 uit 18. Het was 12 uit 16. Dat is okay. Twee derde. Dat is, het moet echt in de 70% zijn. En dat is het niet. Ondertussen de live stats ook weer bijna hersteld. Hier het schotje is goed. 3. Ja, de pachter. Die nog weinig heeft gescoord. Gaat naar 5 punten. Doekan staat al een tijd op 19. Maar zit op de bank, neem ik aan, Martin. Speaker. Ja. Maar de live stats fouten. Nog steeds niet hoor. Nee, we missen daar nog 2 puntjes voor Zwolle op de live stats. Maar in uw beeld gaat het allemaal goed. Want Zwolle moet op 48 staan. Ja, het is een hele woeste actie van Diculescu die daar 3 vrije worpen had gehad. Hij kreeg er geen inleveren bij Balkenegger. Door Schaftenaar en Ventskus die lekker in de flow zat zo net. Gaan ze hem weer zoeken. Schaftenaar die nog weinig heeft hoeven scoren. Prachtig gedaan. Positie vinden. Dan rustig draaien. De grote schouders ertussen zetten. Die lange arm het hoekje loslaten. Dat is wat hij doet. Ja, hij is 2-11. En hij haalt er redelijk achter zijn oor vandaan, die hoekshots. Ja. Dus dat valt gewoon niet te verdedigen. Zeker, maar hij heeft ook lange armen, Roeland. En gaat naar 6 punten. Oh, mooi gedaan. Mooi bij de ring gekomen. Ja, bijna een klein dunkje voor Niek van der Plas. Ja, die speeltijd aan het krijgen is bij Zwolle. En voorlopig beloond staat op 4 punten. Nou, hier zijn ze correct nu. Ja, de lijst is ook weer in orde. Hier is het eventjes Kruithof.
Ja, Kruithof heeft nog niet gescoord. Verder iedereen die bij Leiden in het veld is gekomen wel. Hier is het net. Schaft ernaar. Kijk of Leiden... Ja, goed, de wedstrijd wat we al eerder zeiden. Het klinkt wat arrogant, maar over de eindstreep kan brengen. Want er is natuurlijk nog wel 7 minuten te gaan. Zwolle toch weer een heel klein beetje teruggekomen. En we weten van Spradley, ja, hij let op de details. Daar wordt hij ook voor ingehuurd. En laat niet los. Hij weet dat dit Leiden ook alert moet blijven. Als team moet blijven spelen, goede beslissingen moet nemen. Anders zijn ze toch een klein beetje kwetsbaar. Kijken wat de Hammers nog kunnen. Nou, komt misschien Ticălescu dan toch nog op het scorebord. Ja, de Roemeen die toch wel betere periodes heeft gekend bij Zwolle. Maakt hem nu. Rare vrije worp routine, maar goed, als ze erin gaan dan is het goed. Dat gaat dus niet meteen gejinxed. Heel erg met die bal aan het goochelen, met zijn schouders aan het draaien. Nou, dat is niet één perfecte techniek voor iedereen, maar dat is toch altijd opmerkelijk hoe dat soort dingen erin sluipt. Hier is het Fenskoes in de post naar Schaftenaar tegen de Pachter. Ja, als je het hoekshot lukt even niet. Er wordt nadrukkelijk gezocht, Roland Schaftenaar. Het is zo slim om geen stopfout te maken, want dan krijg je vaak een onsportieve fout. Wordt daar weggefaked door Doekan, tegen de knie of niet. Blijft binnen of niet, blijft binnen. Maar opgeraapt door wie anders dan de stofzuiger van Zorg en Zekerheid Leiden. Man die overal is, alle gaatjes dichtloopt. Lucas Kruithof, Elsie Gare. Tijd op de bank gezeten. Hij was natuurlijk heel goed gestart met zijn snelle 17 punten. Hier is hij weer. Leiden met moeite, 5 seconden. Moet losgelaten worden. Fenskoes haalt de trekker over, raakt de ring. Rebound is voor Schaftenaar. Ja, goed gedaan. Ja, Alknecht roept een play-off. Dit geeft dan wat ruimte. Mooie bal. Oh, leek al goed op koers. Valt net niet, iets te kort. Ik zit toch een beetje sprokkelen nu. 51 puntjes voor Zwolle. Worden dat de 53? Ja, zeker. Lekkere and one. Was dat de Pachter, Martin? Ja. Is daar down, is weer up. Even overleggen ook nog wat tussen de scheidsrechters. Is het een and one? Even kijken waar het overleg over gaat. Ja. Oké, en een wissel. Dan komt Rutherford terug. Ja. Een paar balletjes gemist, dus Schaffenaar kan gaan zitten. Rutherford, die een goede wedstrijd speelt, erin. Bij Leiden 17 voor Elsegier, 6 Bouwknecht, 13 Ververs. In foutenlast Ververs met 4 fouten, 7 van de Nelsen, 6 Schaffenaar, 4 van Bree, 4 Ventskoes en 10 voor Rutherford is 67. Bonus is goed voor de Pachter, die ook wat meer begint te scoren. 8 punten voor hem. Ja, nog maar 13 punten verschil. Leiden moet toch echt nog wel even bij de les blijven. Kijken of straks Ververs wellicht nog terugkomt. Of dat nuttig of nodig is. Zou kunnen. Zou hem eventueel, als je klein speelt, zou je hem ook kunnen wisselen voor Kruithof. Hier Rutherford is mis. Had daar misschien wel in zijn minst vrij worp uit moeten halen. Doet dat niet. Kijk, als Zwolle nu scoort, misschien een time-out voor Leiden. Beide teams hebben nog 2 time-outs. De Pachter. Kan die er langs? Ja, die voelt zich natuurlijk goed. Goede fake contact. Slim gedaan. Heel slim gedaan. Ja, niet heel slecht verdedigd. Erbij gebleven door onze vriend Rutherford. Maar ja, dat was contact. Gooit zich altijd goed ook in de tegenstander, de Pachter, om dat contact ook echt op te zoeken. Ja, nou, voor je het weet is het, het was net een punt of 20, Martin. Dan is het straks een puntje of 10. Ja. Balletjes vallen niet meer bij Leiden. Snelheid heeft er sowieso niet heel veel in de wedstrijd gezeten. Ringbaardje tegenwoordig voor de Pachter. Linkerhandje is zuiver. Man die wat mij betreft wel een standbeeld verdient hoor. Als veteraan in het Nederlands basketbal is er altijd, speelt altijd, speelt altijd hard. Kunnen misschien een klein beetje vergelijken met iemand als Mario Bennis. Wat wel iets meer een scoremachine was, maar ook zo'n
onverslijdbare, onverwoestbare basketballer. Nu coach bij de dames van Den Helder. De zoomer gaat. Wat is daar aan de hand? Even naar de jury. Even scheidsrechters erbij halen. Even de administratie goed zetten. Edwin Wallert daar, de commissioner vandaag. Mannen daar in het blauwe colbert. En een time-out. Ik denk dat er gebeld werd voor de time-out. Alleen die tweede vrije worp ging er niet in. Juist. Ja, en die time-out, Martin, is er voor Leiden. Ze hebben er straks nog één over. Want ja, het is een beetje gaan wankelen. Ja, het gaat gewoon een stuk minder dan in de eerste paar minuten van dit kwart. Dus 12 punten. Het was 22, volgens mij het hoogste punt. Dus Leiden moet wel op zijn tellen passen. En ik denk toch dat we moeten kijken dat er een paar wissels moeten komen. Ik bedoel, er werd Kraft naar mis natuurlijk een aantal ballen. En Ventschoes eigenlijk ook. Mist ook zijn vrije worpen nog eens een keer. En die mooie spin and one in de replay van Erika's Ventschoes. Ja, en Kruijter is natuurlijk ook geen scorende speler. Nou, ik denk dat je nu gewoon even een scorende speler nodig hebt. Ja, er leek weinig aan de hand bij Leiden. Ook zeker aan de hand van Vervas die zelf scoorde. Of in ieder geval tempo creëerde, die gevaren creëerde. Maar ja, toen die drie fouten al vroeg van de Vervas. En dan op een gegeven moment ook snel die vierde fout. En dat is een van de redenen waarom het bij Leiden scorend niet heel soepel had. Ze zouden de 80 nog kunnen halen. Maar bij de rust hadden ze de 44. Toen dacht je, nou die 80 die gaan ze wel halen. Maar het is toch een beetje scharrelen en sprokkelen geworden. Elsegeer, eens kijken of hij nog weer de raketten kan aanzetten. Speelde een hele goede eerste helft. Bouwknecht. Ja, snel schot. Kan die wel. Ik neem aan dat er toch iets over besproken is in die time-out. Ja, maar dit is lijkt me nou niet echt het schot wat je wilt. Bouwknecht op 6 puntjes. En kan Zwolle in de enkele cijfers komen met een driepunter of een tweetje van de pachter. Goed gepaast, goed afgemaakt. Ja, echt de schotblokker heeft Leiden er ook niet staan. Er werd gescoord over Rutherford heen. Het is 10 punten en het is weer een ballgame. Ja, dat heeft Leiden aan zichzelf te danken. Credits aan Zwolle ook natuurlijk. Het was Doeken die het schip drijvende hield voor Zwolle. Met al die punten aan het begin van de tweede helft. Nu, nee, ook niet voor Bouwknecht. Ja, Martin zei het al. Je moet een scorende speler. Dat kan Bouwknecht wel zijn. Kan dat openbreken. Ja, maar hij moet niet al de schoten zelf nemen. Maar met 6 punten is hij vandaag nog niet echt super hot. Oeh, moeilijke lup. Had er al ingemogen, maar opgeraapt door Van der Vuur. Het is 8. Martin, gaan we hier een gigantische inzinking meemaken in het nieuwe jaar van Leiden. Zou niet hoeven. Het publiek kan zich ook wel een lintje laten horen. Er zit hier denk ik iets van 17, 18 Holland man. Ze zijn stilgevallen. En nu heeft de ploeg jullie natuurlijk nodig. Rory en de Zwolse supporters. Hier Els Seguer. Veel contact. Had misschien wel een call kunnen zijn. Maar goed, het is money time. Ja, dan is de call tegen Leiden neem ik aan. Dat is de vierde teamfout. Komen ze in de penalty. Ook vrij vroeg. Kruithof zegt ook van, wat is dit dan weer? Nou, dit vond ik een vrij slechte beslissing. Omdat daarvoor had het ook wel een call op de drive kunnen zijn. Laten ze dan allebei doorgaan. Kruithof staat er dus nog steeds in. Maar even kijken, Bouwknecht eruit, Vervas erin. Kruithof blijft nog steeds staan. Spoeling toch een beetje dun. Weinig minuten vandaag voor Van Bree, die nog steeds op de bank zit, Martin. Van de Elze is die... Nee, ook nog niet. Ook nog niet in de picture. Deze mannen moeten het gaan doen. Die bal valt niet. Oh, gelukje voor Leiden. Bijna raak voor Doekan opgeraapt. En dat had Leiden even nodig. Ja, een drietje of een score überhaupt zou natuurlijk lekker zijn. Het zou ook lekker zijn om Zwolle nog wat fouten aan te smeren. Oei. Gaat allemaal net goed daar tussen... Van de Vuurs, die altijd wel strijdt. En Elsegeer. Ja, maar Landstede doet dat goed. Want ze weten dat Leiden de forward de bal willen geven. En daarover spelen ze gewoon ontzettend. Helemaal vrij. Koud van de bank. Vervas valt dus ook niet goed opgeraapt. En een fout. Is het een shooting foul of niet? De pachter vindt daar van alles van. On the floor. Oei. Dat zal Spratly niet leuk vinden, denk ik. Ging wel degelijk omhoog, Rutherford. Maar kun je ook nog een beetje over twisten. Maar
Oh, nee. Ik ben de enige die het daar wat van vindt. Dus dan is het blijkbaar gewoon een goede call. De bal blijft beleiden dus. Elseguer ook niet. Schoten zijn duur. Punten zijn duur. Two-shot voor Rutherford. Niet zijn specialiteit. Goed geribbeld, maar die bal had er natuurlijk even ingelegd mogen worden. Fout van nummer 12 is de Pachter. Die toch zijn ploeg wel weer op sleeptouw neemt hoor. Zoals zo vaak. Heeft altijd een goede voorbeeld. Nou, zelfs qua gezichtsharen doen ze een beetje aan elkaar denken. Rutherford en de Pachter. En qua vrije worptechniek misschien ook wel. Hoewel Rutherford wel gewoon rechtshandig is. Nou, is goed. Nou, maakt niet uit hoe je het doet, Martin. Als je het maar doet. Precies. Ah, 10 punten zou natuurlijk een lekkere buffer zijn met 3 minuten te gaan. Doet hij dat of doet hij het niet? Hier gemist. Bal opgeraapt door wie anders dan Kruithof. Nieuwe kansen voor Leiden. Gaat hij hem nemen? Ja, hij stond wel helemaal vrij. Zwolle denkt ook, ja, laat hem maar schieten. Mist zijn derde of zijn vierde driepunter. Ja, kan hem wel raken. Nou, nou. Ja, Van der Elsen komt erin. Ik denk dus voor Kruithof. Van der Elsen natuurlijk lang op de bank heeft gezeten. Kijken of dat hij weer aan kan haken. Bijna lopen, maar net niet. Mooie spin move zeg. Als die valt. Oeh, heerlijke bal van Koen Stok. Ja. Given een clinic voetenwerk daar, Koen. 7 puntjes. En daar zit Van der Elsen, u zag het. No call daar op dat pick van Rutherford. We gaan naar Down to the Wire hier in het nieuwe jaar in de 5 mei al. In de post, body to body. En oh, gooit zelf ook even. Ja, Rutherford. Ja, slim gedaan hoor. Door de Hammers. Door was dat Stolk, jazeker. Ervaren speler ook. En Rutherford die mikte zijn elleboog naar achter om een beetje wat ruimte te maken met zijn vrije arm. Dat werd gezien. Ja. Het is Bal Zwolle. Die kunnen op 5 of zelfs op 4 komen. Nou, dat is heel lang geleden. Het moet vroeg in de tweede kwart geweest zijn zo'n beetje. Lepelt erin. Doeken. Het is een two possession game, Martin. 5 punten. En beide teams nog met time-outs. Beide teams in de penalty. Dat is wel lekker spannend. Zeggen wat je wil. Dat zou als je verleiden bent. Oh, hij neemt hem niet. Goeie paas wel. Oh, durft zelf niet. Dan is dit schot. Waarom neem je hem niet onder de basket voor een fout? Bal blijft wel bij Leiden. Nieuwe 14. Oeh, goed daar in actie gekomen door Ververs. Dat was een beetje afschuiven hoor. Rutherford op Elseguer. Rutherford staat wijd open om inside. Juist. Ik bedoel, wat kan er gebeuren dat er een fout gemaakt wordt? Ja. Maar je... dat schot moet je gewoon nemen. Dan ga je niet voor een low percentage schot. In een game waarbij maar 5 minuten voor staat. Voilà. Het is 1,5 minuut. Tijd gaat natuurlijk in het voordeel werken van Leiden. Even lekker wat tijd nemen. Ververs ziet ruimte. Oeh, ja. Gaat nu in de man. En wordt stekend gestopt daar. Weet hem nog te strippen. Weet hem niet te strippen. Goede invalbeurt ook van Koen Stolk. Die daar weer bij betrokken was. Hij heeft veel op de bank gezeten. Maar maakt het nu waar. De Nederlanders bij Zwolle. Balletje gaat rond de Pachter. Ja, komt Leiden redelijk weg. Natuurlijk niet de allergrootste schutter af. De Pachter ook niet de allerbeste beslissing dus. Wat ik zei, de tijd in voordeel van Leiden straks onder de minuut. Moet echt een stop komen nu door Zwolle. Scoren is het bijna voorbij. Bal was los via Zwolle over de zijlijn. Ja, het publiek in Leiden is een beetje angstig geworden, Martin. Het is stil hier. Paas op Ventskoes. Die denkt, ik maak een extra riante duik om een onsportieve fout te suggereren. Dat is het zeker niet. Het is een gewone fout. Two shots. Wel de 5e fout van de Pachter. Gaan die gemiste vrije worpen van vanavond door bij Leiden? Of zijn ze op tijd scherp? Ook Zwolle heeft hem natuurlijk wel wat laten liggen. Dus het zal niet echt het verschil zijn. Wurde de Jong zit daar lekker te filmen. Een van zijn specialiteiten, foto, video, zit achter de bank van Zwolle, daar in het beige. Front row, om alle actie goed te kunnen volgen. Ventskoes moet het gaan doen. Kruithof er weer in voor Van der Elsen. Ja, de Pachter is fouled out inmiddels, Martin.
met 5 fouten. Ja, dat riep ik net. Sorry, ik zat niet op te letten. Die bal is goed. Belangrijke bal voor Ventskoes. Ja. En sorry, professor Hoekstra. Die tweede wordt die ook goed voor Ventskoes. Dan is het een free possession game. Ja, 7 punten. Belangrijk hoor. Ja, dat kan net het verschil maken. Leiden moet wel uit de fouten zien te blijven. Dan is het waarschijnlijk net genoeg. Maar uitstekende comeback van Zwolle. Gaat er nog een wonder gebeuren? Die bal is veel te kort. Schotklok liep ook af. Rebound is voor Leiden. Ventskoes weer met de bal. Gooide net die vrije worp erin. Dat lijkt wel de beslissing te zijn, Martin. Ja, Ventskoes mag ook nog mag weer 2 maal gaan nemen. Net op tijd maakt Leiden toch ook wel de hustleplays. Pakt de hustle rebounds. En hebben we vooral een goed middendeel van de wedstrijd gezien van Leiden. En een goed eindschot van Zwolle. Ook ja, goed voor Leiden dat er nu ook, dat ze er ook wel echt voor moeten knokken. Dat het wel wat dat betreft een hele goede wedstrijd is geworden in de top van het Nederlandse deel van de B-Next League. Om ook wat tegenstand te ervaren. Ja, Zwolle schiet ook een hoger percentage dan Leiden op dit moment. Dat was in de eerste helft natuurlijk 53-36 voor Leiden. Dat staat nu... Leiden staat op 40% en Landstede op 44%. Ja. Dus dat is toch ook wel een behoorlijke ommekeer. Hier is het Erikas Ventskoes. Ik kan naar 7 punten gaan. Ja, doet dat. Ja, het zou wel voldoende moeten zijn. Maar ook niet zo dat de 3-punter continu lekker valt bij Zwolle. We zullen dat nu toch moeten gaan proberen, neem ik aan. Ik weet niet of ze nog een time-out gaan nemen. 6 uit 24, Zwolle, van de 3-puntslijn. Nou, dat is vrij bedroevend, dat is 25%. Nou, ze moeten wat. Nee, ze spelen door. Dat kan ook wel eens voordelen hebben. En dan snel het schot toch maar loslaten. Het was een open schot, maar ook een vers schot. En wel of geen fout? Nee. Het is denk ik zinloos om nu nog te gaan foulen. Want gaatje is gewoon net wat te groot. Elsegier. Oeh, lekker dunkie hoor. Ja. 180 graden spin in de lucht. En dan nog een score aan de andere kant. Het zal voor de boeken zijn, neem ik aan. Nu dan nog wel een fout. Nicolescu scoorde inderdaad. Mark Hoogkamer viert feest hier in de 5 mei al. En we gaan de wedstrijd zo'n beetje afsluiten. Waarschijnlijk met deze 2 shots. Ja, deze kant van de tribune, Martin. Ja, het zijn allemaal hartstochtelijke fans hier in Leiden. Maar dat deel van die bruine tribune, daar zitten vaak de echte diehards. Bal is weer goed voor Ventskoes, die nog aardig punten aan het sprokkelen is. Zo bij het scheiden van de markt. Kan maar 10 punten gaan. Het verschil is ook 10 punten in de wedstrijd. Tongetje er weer uit. Zijn manier van concentreren is weer goed. Ice Cold, de man uit Litouwen. En er komt er zelfs nog een wissel aan. Okay. Als een keer gaat eruit. En goede wedstrijd gespeeld. 19 punten. En bedankje van Schaftenaar. En dan gaat de bal ingenomen worden aan de andere kant. En is het waarschijnlijk kwestie van verder de tijd uitdribbelen. Daar Dion Hammond. Het schotje is nog... Nee, is mis. En even nog over de middenlijn, hoeft geen eens meer. Ververs die zo goed starten voor Leiden. 11 punten, misschien ook wel een aardige afspiegeling van het verschil vandaag. Leiden wint. Ja, ik denk nog even mee dat Aardus Leeuwarden ook gewonnen heeft bij Limburg. In Weert met 73-62. Dus dat geeft weer een heel nieuw beeld in de stand. Dankjewel, Martin. We blijven nog even bij hoor. En straks natuurlijk nog onze interviews. We zijn nog lang niet klaar. Ik ga nog even naar de stand kijken. Leiden moet dan op 23 punten komen. Landstede of Aris op 23. Groningen op 20. En Hemmers op 20. En Joost United heeft dan morgen nog een wedstrijd tegen Den Helder. Dus ervan uitgaande dat Joost die wint. Dan zijn Donar en Landstede nu... Nummer 5 en 6 in de namorgen. Tenzij Den Helder natuurlijk gewoon wint. Wat natuurlijk ook gewoon mogelijk is. Dus we gaan het allemaal afwachten. Goed verhaal Martin. Beste kijkers op Sleutelstad TV. Fijn dat u ook daar bij ons was. Wij sluiten op Sleutelstad zo de uitzending af. Wilt u de interviews nog live bekijken? Dan kan dat via zzleiden.nl. De groene knop livestream. En dan kunt u kiezen uit YouTube of BeNext TV.
Vergeet trouwens ook niet de BeNext TV-app even op uw smartphone te zetten. Dus dank voor het kijken op Sleutelstad. U kunt overschakelen en op de andere kanalen blijven wij gewoon lekker in de lucht met replays. En met in ieder geval de twee hoofdcoaches naar verwachting. Ja, wij gaan even overleggen met de regie. Even orde op zaken stellen hier. De persconferentie opbouwen. Martin gaat met de coaches praten. Dan gaan we straks naar de replays toe. Nou, we blijven nog deze traditionele ereronde. Altijd leuk om dat te zien. Mooi beeld gebracht ook trouwens. Onze baseline filmers. Hier komen ze allemaal langs. Duco Bos onder andere zien we daar van de Nelson. Net zoals Kambier. En al die mannen komen voorbij. Met nummer 8 zagen wij ook nog. Hij staat geen eens op het sheet trouwens. Dat is interessant. Iemand beleiden met nummer 8. En hier Dion Hammond die zijn blessure aan de knie moet gaan laten herstellen. Ja, nou, over een minuutje of 10 zo ongeveer verwachten wij de coaches. En alles wat wij maken aan hoogtepunten, samenvatting en natuurlijk ook te vinden op onze socials. Denk aan onze Instagram, onze Facebook, onze website. Zelfs onze TikTok en natuurlijk onze Instagram. En een handige plek om de video's terug te kijken is vaak op de YouTube van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Meestal is dat dan een dagje na de wedstrijd. Marja van Tilburg, onze hoffotograaf, gaat nog een groepsfoto maken. Van een grote groep van onze gasten. Hier Wesley Elsiger, een van de man of the match aan de kant van Leiden. Het idee is om ja, al die lange kerels kunnen maar beter gaan zitten. Dan heb je nog kans dat de rest er ook op staat. Wordt allemaal even strak georganiseerd. Een enorme groepsfoto. Wij gaan denk ik zo naar de herhalingen. En dan zijn wij straks terug met de coaches.
Well, Doug, welcome. First time in 2023 and also with the first victory of this year. But I don't think you're completely happy with the result. I'm happy with the result that we won. Yeah, but by the way it goes, went. Yeah, but you know, we played Zwolle end of October in a similar situation. Their big guy had just left and just like today, their big guy didn't play. I think they're almost more unpredictable in that situation because they got so much firepower from the outside. And when I see that we shoot 3 for 19 from the 3-point line, and in the fourth quarter I had deja vu from Rotterdam. You know, we couldn't buy a basket. We had 6 opportunities right underneath the basket and couldn't buy it. We had 3 wide open shots from the perimeter, couldn't get them. But credit, we found a way to
to finish out the game and deservedly won the game. We held a good team to 65 points. I thought at times our defense was very good. Yeah, overall about this game, how do you felt the game? Well, I think we controlled the game pretty much, except for a few 4 or 5 minutes in the fourth quarter. They made a run earlier, then when we came back, we opened it back up. So I thought we had good control. And if you make a couple of those baskets, I don't think it gets as close as it did. But again, Swallow's a good team. They kept fighting, they took their chances. And, you know, like I said, if we have a game with 3 for 15, and still win the game, I'm pretty satisfied against a team with the quality of what they have. Yeah, and the free throws went in on the right moment. Yeah. Because that was in the beginning. Thank God. There were a lot of free throws missed, but in the end, we just, to be honest, it was a very difficult week for us with injury. Tommy went down, and then Rulon was sick. Over the break, we didn't have the opportunity to play one time 5 against 5 because our young players were, and Dion was out, our young players were with family. So you could see the rust, you could see that we, at certain times, very stagnant. The ball wasn't moving at certain times. We didn't have our normal assists that we normally have. But from that, we got to learn. And like I said, if you can have a day like that and still win, that means your defense must be halfway decent, yeah. Yeah, well, it's still a good result because you won by more than 1 point. Yep. So if you were tied, then the results is for you. Right. I don't think it will be that tied. But no, I don't look what the other teams are doing. I look what we're doing. I know we got Lee Warden on Friday. And hopefully Dion will be back. He's making good progress. So maybe he might be able to help us out a little bit on Friday. If not, we got to find a way to get it done. Yeah, well, Iris also fired one of the Americans, or the American left, and so they have also probably a player down. Yeah, we see if he plays or not. Again, I'm not the type of coach who looks so much what the opponents are doing. I think we have to focus, especially right now, on what we're doing. And I saw good things. I saw good things that we worked on over the break with the. Yeah, the rotation or one-on-one or making the switch. But we still have things. Of course, we got to keep improving this. We shouldn't be playing perfect basketball now, but we have to continue going. Going up to May. Yeah. So how was your New Year? Very good, Eve? Thank you. What did you do? Just spent it with 4 couples out of the neighborhood, and we had a nice evening. It got pretty late, and the drive home the next day was seemed very long, but no, it was nice to be home for New Year's and have a little bit of normality. And but hey, I'm ready to keep going and hopefully keep winning. Okay, well, thank you. We see you next game when you play here in Leiden again. Okay, thank you. Lucas, welkom in onze studio. Ja. De eerste keer in je carrière dat je hier voor ons staat. Ja. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja, gaat goed met mij persoonlijk. Gaat goed met basketbal. Zit goed in mijn vel. Nou ja, dat is altijd lekker natuurlijk. Had je verwacht dat je, toen je aansloot bij het eigenlijk vorig seizoen, sloot je al een beetje aan. Had je verwacht dat je zoveel speeltijd zou krijgen zoals je nu hebt gekregen in de afgelopen weken? Nou, ik hoopte wel na vorig seizoen steeds, voor mij was het belangrijk om steeds stappen te maken. Om steeds een stapje hoger te maken. En nou ja, de stap die ik nu heb gemaakt dit seizoen, het is best wel een grote stap. En daar ben ik wel blij mee tot nu toe. Ja, je bent in ieder geval Mr. Hustle.
Zo vinden we, zo zien wij dat. Ik bedoel, je pakt losse ballen op, en opeens sta je er ergens. Dus wat dat betreft, dat is natuurlijk goed. Dat heeft volgens mij altijd in je spel gezeten. Ja, klopt. Ik hou van energie geven. Ik hou van op de grond duiken. Dat heb ik altijd al leuk gevonden. Ja, ja, precies. Maar je driepunter, waar blijft die? Ja, ja, daar is nog een work in progress dit seizoen. Want ik heb je vorig jaar zien spelen met BS Leiden in de beker tegen Heroes Den Bosch. Mm-hmm. Dat had je 19 punten, dus schoot je toch aardig wat driepunters erin. Maar ja. Dat gaat dit jaar nog niet zo lekker, toch? Nee, dit seizoen is dat denk ik nog hetgeen wat mij mijn grootste punt waar ik nog aan moet werken. Oké. Okay. Wat moet je doen om in de startende vijf te komen? Ja. Behalve de coach een biertje geven? Ik denk gewoon hard werken en mijn ding blijven doen. En ja, ik denk zolang ik een toevoeging kan hebben, of dat nou van de bank of in de starting five is, ben ik hartstikke tevreden. En hopelijk dat we gewoon elke wedstrijd winnen. Dat is het belangrijkste voor mij altijd. Ja, je hebt altijd spelers die liever niet willen starten of die juist wel willen starten, want dan voelen ze zich lekker. Dat maakt voor jou dus geen niks nou ja, uit. Voor mij, ik weet niet, op zich hoe het nu gaat. De inkomen, energie geven, dat wel prima op zich, voor nu. Ja, precies. Je doel, volgens mij speel je nog een jeugdcontract. Ja, gaan we nog een keer met Rob van Hoven en zo praten, waar dat volledige contract voor de komende 3 jaar blijft? Ja. Nou ja, dit seizoen was voor mij nog, ik studeer ook nog, dus ik hoop dat af te maken dit seizoen en hopelijk een diploma te halen. En dan kijken we volgend seizoen wel. Ja, dan ga je nog even 1 of 2 jaar focussen volledig op basketbal. Zoals het nu uitziet wel, ja. Oké. Okay. Nou, daar blijven wij van genieten, want we houden van die hussels. Dat zijn de leukste spelers eigenlijk. Ik bedoel, iedereen kan dunken tegenwoordig. Iedereen kan een 3-punter schieten. Nou, niet iedereen dan. Maar hard werken is altijd leuk om te zien. Stofzuiger. Arie noemde je al de stofzuiger. Ja, mag wel. Dus, ja, prima. De vacuum cleaner. Die houden we erin. Hey, ik zou zeggen dankjewel. Ja, en geniet ervan. Ja. Dank mannen. Herman, welkom in de studio. Het is niet de eerste keer dat je hier komt. Laten we het over de wedstrijd hebben. De wedstrijd is toch een beetje met twee gezichten. Nou, wat mij betreft was het niet eens een wedstrijd. Dus alle credits naar Leiden. En felicitaties. En Leiden laat zien dat het een goede ploeg is. En wij hadden eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen vandaag. Credits voor degene die erin bleven knokken zodat we terugkwamen. En kijk, een wedstrijd blijft in die zin altijd wel... voor mij hadden we 7 en de bal. Kijk, Leiden scoort 8. Voor mij 7 laatste punten bij 2. En,
Dat is een verschil geflatteerd ook, maar in het spel is Leiden gewoon de betere ploeg. Ja, wij kijken natuurlijk ook naar de wedstrijd, wij vonden dat jullie nog wat moeite hadden in de eerste helft met de pressie om tot goede schoten te komen. Ja, en gewoon onderuit te komen. En het is mij altijd geleerd dat als een ploeg 26 meter van de basket af wil verdedigen, dan moet je ze aanvallen. En dan moet je er voorbij. En we liggen wel overweldigd, zeg maar. Hè. Dus, kijk, en credits voor Leiden. Hè, om onze balhandlers onder druk te zetten. En paaslijnen te overspelen. En wij moeten daar beter in worden. Ik bedoel, daar gaan teams meer doen. En wij zouden zo ook heel graag spelen. Dus dan hebben we vandaag geleerd hoe het kan. Ja, en ik heb wel fases gezien in de tweede helft dat jullie dat wel goed deden. Want dat de forwards van Leiden eigenlijk veel moeilijker vrijkwamen dan in de eerste helft. Nee, gelukkig maar. Ja, maar ik ga hier niet 2 uur heen rijden om er zo vanaf te gaan. Maar het moet gewoon beter. En ik weet dat het beter kan. Alleen we zijn onszelf weer kwijt. En we moeten onszelf weer zien te vinden. En nogmaals, en credits voor degene die gingen knokken. En stops bleven maken. En puntje voor puntje dan terugkomen. Daar zat in die zin dan veel meer in. Maar ik vind wel over de hele wedstrijd is Leiden gewoon een betere ploeg was. Ja, precies. In de competitie eigenlijk de derde nederlaag op rij. Met bal voor de derde kerstdag en daarvoor Donar. Wel 2 bekerwedstrijden gewonnen. Jullie zitten nu wel in de gevarenzone voor die top 5. Ja, het is maar hoe je naar dingen kijkt. Hè? Dus daarvoor heb je waarschijnlijk ook 4 op rij gewonnen. Dan is er geen halleluja en nu, het is alle hens aan dek. We willen eerst de 5 spelen, punt. Dat is wat we willen. Ja, en daar trainen we elke dag voor. En zo gaan we ook wedstrijden in. Dus onze volgende wedstrijd is een belangrijke wedstrijd. Net zoals deze een belangrijke was. En dat wat je in de hand hebt. En volgens mij hebben we het zelf in de hand. Ja, precies. Komt die big guy nog snel terug? Die ja, Toro. Kijk, als misschien play-offs was geweest, had hij misschien wel gespeeld. Of een do-or-die wedstrijd. Nee, dan, maar voor de rest is het natuurlijk een enorm ongemak als je een knietje in zijn rug gaat. Ja. En, dus elke draai die je maakt, elke wandeling, elke stap, dat voelt pijnlijk. Dus het pijn spiegel maar en met pijn zit dus naar beneden. En ik vraag gewoon dat die volgende week mee kan doen. Oké. Nou, succes volgende keer. Wellicht zien we elkaar nog in, nou, ooit, hè? In de play-offs, denk ik toch? We zijn hier vaker geweest, dan kom je waarschijnlijk wel. Ja, precies. Bedankt jongens. Hey, bedankt Herman.